Ik ga u voorstellen aan degene die het debat gaat leiden. Dat is iemand van Sleutelstad. Velen kennen haar. Als je tenminste in de sport rondloopt, dan weet je. En als je het volgt via Topsport Leiden TV, dan weet je het ook. Rianne van Kleef gaat het debat leiden. Ik hoef verder niks te zeggen, want ze staat daar. Rianne van Kleef. Voordat we natuurlijk echt gaan beginnen, ga ik jullie even uitleggen hoe de avond verder in zijn werk gaat. Zometeen mogen zij zichzelf en hun partijen voorstellen aan de hand van de drie speerpunten uit hun sportprogramma. En daarna gaan ze met elkaar in debat. Dat gaan we doen aan de hand van vier stellingen. Het leuke is, jullie weten niet welke stellingen dat zijn, maar dat weten zij zelf ook nog niet. En ze weten ook nog niet met wie ze in debat gaan. Het is vier stellingen. Ze gaan per stelling gaan twee partijen met elkaar in debat. Ze mogen per partij krijgen ze 30 seconden om hun standpunt over die stelling even duidelijk te maken. Daarna gaan ze 4 minuten lang met elkaar debatteren. En vervolgens gaan ze nog een keer 5 minuten met z'n allen debatteren. Nou zijn er heel veel van jullie, wat Rob ook al zei, die vragen hebben ingestuurd. Dat bewaren we tot het eind. We hebben een aantal vragen wel een beetje in proberen te fietsen. Maar nadat zij uitgedebatteerd zijn met elkaar, mogen jullie die vragen nog een keer aan hen gaan stellen. Ja, dat heb ik volgens mij nu alles verteld. En dan mogen jullie jezelf even voorstellen. Dus aan de hand van die drie sportstellingen, laten we bij de VVD beginnen. Maarten Dix. Ja, zitten. Ja. Goedenavond, mijn naam is Maarten Dirksen. Ik ben kandidaat raadslid nummer 7 van de lijst van de VVD. Ik heb de afgelopen 4 jaar, of de afgelopen 2 jaar moet ik zeggen, de sportportefeuille moeten doen in de gemeenteraad. En uiteraard heeft de VVD ook plannen met de Leidse sport. Het is mij gevraagd om kort even de drie speerpunten van ons te noemen. Dat is als eerste privatisering van, verdere privatisering moet ik zeggen, van sport. Faciliteiten. Wij als VVD vinden het belangrijk dat het beheer van de sport daar ligt, van de sportfaciliteiten daar ligt bij de mensen die er het meest verstand van hebben, die er ook elke dag gebruik van maken, dat zijn de verenigingen zelf. Wat ons betreft zou de gemeente zo min mogelijk moeten verhuren en zou zoveel mogelijk moeten van het beheer moeten laten aan de mensen die er dus zelf het meest verstand van hebben, namelijk de leden van de verenigingen. Dat is 1. 2 is de opkomende het opkomende belang van de ongeorganiseerde sport. Mensen die niet meer in verenigingsverband sporten, maar juist zelf buiten bezig zijn. Bijvoorbeeld joggers of mensen die in het park aan gymnastiek doen. Dat soort zaken. Die moeten ook beter vertegenwoordigd worden in het gemeentelijk sportbeleid. En daar moeten we ook meer op inzetten als gemeente. Dat wordt misschien in de samenleving dat het steeds belangrijker wordt. En wat ons betreft moet dat ook meer nadruk krijgen in het gemeentelijk beleid. Als laatste punt hebben we dat sport ook heel belangrijk is in het kader van de gezondheid. Vandaar dat we ook al 8 jaar bezig zijn als VVD met als speerpunt het jongeren op gezond gewicht. Sport speelt daar natuurlijk een heel belangrijke rol in. En dat willen we graag de komende 4 jaar doorzetten en zorgen dat daar nog meer resultaten uitkomen. En dat de Leidse burger nog gezonder wordt door middel van sport. Dank u wel. Volgende is Julius Terpstra, CDA. Ja, dank. Ja, dankjewel. Ik hou hem iets verder weg. Mijn naam is Julius Terpstra, ik ben 29 jaar en ik woon samen met Kirsten bij de haven, de Oude Herengracht. En de afgelopen 4 jaar als duo-raadslid bij de CDA-fractie me ook bezig gehouden met de sportportefeuille. In mijn vrije tijd boks ik zelf bij de Boedo's, dat is ook in de haven. En fluit ik zo af en toe een wedstrijdje bij LSVV. Dus dat is wat ik eigenlijk doe. Ook het CDA heeft een aantal speerpunten voor de aankomende periode. En de eerste is dat er recent besluiten zijn genomen, Rolf die memoreerde daar al even aan, over de ijsbaan, het zwembad en de nieuwe indoorhal. En een van de speerpunten van het CDA is dat we dat ook de aankomende periode daadwerkelijk gaan afronden. Dus dat er haast mee gemaakt wordt. We hebben na lange tijd eindelijk die besluiten genomen, maar het is nu ook van belang dat we daadwerkelijk gaan bouwen, want dat duurt natuurlijk al een behoorlijke tijd. En wat betreft het CDA wordt het hopelijk ook de 333. Maar dat is wel voor de ijsbaan, want dat is wel een speerpunt waar we op blijven, of waar we op moeten blijven letten. Het tweede zijn wijksportparken.
We hebben recent ook een nota of contourenplan buitensportaccommodaties aangenomen. En wij vinden het belangrijk dat in de grote hustle die de aankomende jaren gaat plaatsvinden, wijksportparken blijven bestaan. Een voorbeeld is dat wij graag zouden zien dat hockeyvereniging Roomburg blijft op de plek waar het nu zit. Met de wijk, we denken dat dat belangrijk is. We willen wel graag dat ze daar kunnen uitbreiden. Daar hebben we ook een voorstel voor gedaan. Nou ja, dat is iets wat ook de aankomende periode gaat spelen. En nou, daar blijven wij scherp op. En het derde is de communicatie richting verenigingen. Daar ontbreekt het ook nog wel eens aan, vinden wij als CDA-leider. Dat kan ook echt wel beter. Dus we vinden dat verenigingen bij de plannen betrokken moeten worden, moeten kunnen meepraten en hun zegje ook moeten kunnen doen en daarmee serieus genomen worden. Dus dat zijn zo drie punten waar wij ons de aankomende periode voor willen inzetten. Dank voor jullie is Ashley North, links. Ja, dankjewel. Mijn naam is Ashley North. Ik ben 26 jaar en nummer 3 op de lijst van GroenLinks. Ik ben momenteel geen sportwoordvoerder van GroenLinks, dat is Yvonne van Delft. Maar die kon helaas vanavond echt niet aanwezig zijn, dus daarom dat ik haar mag vervangen. Drie speerpunten van GroenLinks op het gebied van sport zijn allereerst dat we het aantal sportmeters gelijk willen houden de komende jaren. Minimaal gelijk willen houden van de verenigingen. En dus als er om welke reden dan ook een vereniging deels moet verplaatsen, dan moet dat op een andere plek wat ons betreft gecompenseerd worden. Dat is één. Twee is dat we graag willen verduurzamen de sportwereld. Dus we willen dat de gemeente een helpende hand biedt bij aantal verenigingen die graag met zonnepanelen willen werken, die beter willen isoleren. Maar bijvoorbeeld ook die hun kunstgrasvelden willen verschonen en daar rubbergranulaat willen weghalen. Dus dat is twee. En een derde, en dat doet me deugd dat eigenlijk CDA en VVD al vergelijkbare dingen zeiden, is dat we willen echt een speerpunt maken van de ongeorganiseerde sporter. Wij willen Leiden zo inrichten dat de stad, de openbare ruimte, echt een goede plek wordt voor iedereen om te bewegen, om te sporten, die uitnodigt tot beweging. Of dat nou joggen is, of dat nou skileren is, dat kan van alles zijn. Maar een stad waarbij beweging en sport echt de uitstraling heeft. Maar Kersen, zijn sleutelstad. Dank u wel. Ja, wij zijn, nou, ik moet iets over mezelf vertellen geloof ik. Ik ben een voetballer en ik ben een cricketer bij AC. Ajax Leiden heet dat officieel, het is een stuk in de omschrijving. Ik ben zeer voor het in stand houden van de sportstructuur in Leiden. Er wordt te veel van bovenaf van de gemeente af wordt er gedrukt op de clubs om te fuseren, om accommodaties op te heffen enzovoort. Of dat nou stenen of groene accommodaties zijn. Er moet wel aan field sharing worden gedaan, vinden wij. Maar dan moeten we zeker het groen niet opheffen ten bate van woningen waar we voor. Het zal een keertje voorkomen dat het veld over is naar field sharing en dan mag daar misschien wel wat op gebouwd worden. Maar als je bouwgrond zoekt, dan vinden wij moet je fusies plegen. Niet fusies met de sportclubs, of van de sportclubs, maar fusies van de randgemeente. En die kunnen dan ook eindelijk eens gaan bijdragen aan de topsportcultuur van Leiden. Want het is natuurlijk van de gekke dat wij een prachtige ijsbaan bouwen naar een heleboel andere topsportaccommodaties en dat de randgemeente daar niet aan zouden bijdragen. Dus fusies zijn nodig. De provincie heeft al gedreigd dat als de gemeente Zoeterwoude, Leiderdorp en Oeschees en Leiden het niet vrijwillig doen, dat de provincie dan gaat opleggen. Dus dat moet je niet willen. Je moet dat gewoon gezamenlijk oplossen. Welzijnswethouder willen wij. Dus we willen dat sport komt te vallen onder een WW, zullen we maar zeggen, een welzijnswethouder. Dat heet in Schagen, daar werken ze al jaren mee, tot ontzettend veel plezier en geluk van de inwoners. Een gelukswethouder, dat vinden we misschien wel een beetje zweverige term hier, we maken er een welzijnswethouder van. Daar kan sport prima onder vallen. Wijksport. Maar het is gelukkig dat er al drie waren. Wat zijn hun? Dat waren er drie, geloof ik. Ja, dat zijn er misschien wel. Misschien wel tien, Rianne. Ja, nee, we gaan even door, Nee. Ik denk dat je weet inderdaad voor ons. Doet u het nu? Ja. Ja? Oké, mooi. Ik ben Carlijn Bergwerk en ik ben in de afgelopen 6 jaar ben ik sportwoordvoerder geweest namens de ChristenUnie. In mijn vrije tijd doe ik graag aan hardlopen en wielrennen. En vanavond spijbel ik van mijn zwemtraining, maar ik wilde hier graag aanwezig zijn. Dus vandaar. De ChristenUnie heeft een aantal speerpunten op het gebied van sport. En de eerste daarvan is dat we het belangrijk vinden dat het schoolzwemmen terugkomt. Dat is niet alleen belangrijk zodat heel veel kinderen meer gaan bewegen, maar ook in het kader van veiligheid. Leiden is een hele blauwe stad, we hebben veel water. En dan is het belangrijk dat iedereen een zwemdiploma heeft en goed kan zwemmen. Tweede punt is dat we het belangrijk vinden
dat iedereen kan bewegen in deze stad en dat het er ook ruimte voor is in de openbare ruimte. Dus we vinden het belangrijk dat er genoeg speel- en beweegplekken zijn voor kinderen. En het derde punt is dat we belangrijk vinden dat ouderen en mensen met een handicap goed kunnen bewegen in deze stad. En dat willen we dus niet alleen mogelijk maken door ook in de openbare ruimte sport- en beweegparken te maken, die ook toegankelijk zijn voor mensen met bijvoorbeeld een rollator of een rolstoel. Maar ook op andere manieren mogelijk te maken dat mensen met een handicap goed kunnen sporten. Zo hebben we bijvoorbeeld gepleit voor genoeg instructie waarbij het zwemwater warm genoeg is, ook voor mensen die ouder zijn of een handicap hebben, of voor baby's. Dankjewel, Gijs Holla, Partij van de Arbeid. Dankjewel, ik ben Gijs Holla, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid de afgelopen jaren. En samen met Martijn Otte, ons duo-raad, vonden wij het koppeltje op het thema sport. Als Partij van de Arbeid vinden wij drie dingen belangrijk. Eén, wij vinden het heel belangrijk dat er drie grote projecten worden afgemaakt. Dus de schaatsbaan, de basketbalhal of de intersportcentrum en het zwembad moeten de komende 4 jaar gewoon gebouwd gaan worden. Dat is één. Maar we vinden het ook belangrijk, en dan komen we bij ons tweede punt aan, dat we niet alleen in stenen denken, maar ook in organisaties en in mensen. Dus we willen dat de komende jaren ook de aandacht verschuift van de stenen naar de organisaties en de mensen. En dan denken wij bijvoorbeeld aan, we hebben zelf een idee om 100 sleutelbanen in het leven te roepen. En dat zijn mensen die gewoon betaald worden en die vereniging gaan ondersteunen in hun werkzaamheden. Maar we denken bijvoorbeeld ook aan verdere optuiging van het Sportinitiatievenfonds, wat er de afgelopen jaren is gekomen, om op die manier ook een activiteit mogelijk te maken voor sportclubs die anders niet mogelijk waren. Het derde punt wat wij graag willen is dat zoveel mogelijk kinderen gaan sporten. Daarom willen wij het bewegingsonderwijs, wat in Leiden niet heel veel, niet heel groot is, het aantal uren, dat willen wij in overleg met de scholen gaan uitbreiden en verbeteren. En we willen ook doorgaan met de combinatiefunctionarissen, want dat zijn twee manieren om zoveel mogelijk kinderen aan de sport te helpen. En als je eenmaal sport, ik denk dat u het allemaal weet, dan blijf je vaak ook sporten. Dat willen we niet alleen doen, dat willen we samen doen, want Leiden maken we samen. Niet alleen sterker, socialer en groener, maar ook sportiever. Dankjewel, Gijs. Thomas van Halm, SP. Ja, mijn naam is Thomas van Halm. Ik ben 23 jaar en ik sta op plek 3 op de kandidatenlijst voor de SP. Ik ben de afgelopen 2 jaar ben ik duo-raadslid geweest op sport. En dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Zelf ben ik tennisser bij Unicum en doe ik de laatste tijd ook aan handbal. Erg leuk. De drie speerpunten die wij hebben op het gebied van sport is allereerst betaalbare sport voor iedereen. En dan bedoel ik ook echt voor iedereen, ook voor mensen die opgroeien in armoede. Daar worden we nu als gemeente doen we daar op zich best wel goede dingen al mee. We willen graag de fondsen die er zijn willen we behouden, zodat iedereen de sport kan doen die hij zou willen. Tweede speerpunt is duurzaamheid. En we willen heel graag dat sport en duurzaamheid nog meer met elkaar verbonden wordt. Dus dat als clubs bijvoorbeeld graag zouden willen vergroenen hun kunstgas naar voetbal of naar normaal gas zouden willen omzetten, dan willen we ze daar heel graag in steunen. En het derde punt is de maatschappelijke functie van sport. We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat sport en de maatschappelijke functie die ze hebben, de clubs, dat die niet altijd goed verbonden zijn met elkaar. Dus dat je aan de ene kant de maatschappij hebt of het sociaal domein en aan de andere kant sport en dat dat niet echt met elkaar geïntegreerd wordt. En dat zouden wij de komende jaren wel meer willen zien. Dat zijn onze drie belangrijkste punten. Tot slot, Paul Deersen, D66. Ja, dankjewel. Ja, Paul Deersen, 8 jaar geleden zat ik waar u nu zit. 4 jaar geleden ook. Sindsdien is er voor mij heel veel veranderd en gelukkig voor het Leidse sportbeleid ook. 3 speerpunten voor D66 voor de komende jaren. Allereerst meer geld naar de buitensportparken. We hebben daar een visie neergelegd afgelopen jaar van hoe je daar een eigentijds sportpark van kan maken. U weet zelf wel, als u wel eens bij de buren of iets verder in de provincie op bezoek gaat bij een buitensportpark, dan ziet u hoe het ook kan. Nou, dat moeten we in Leiden ook aan gaan werken. Dat is 1. 2. We willen het u makkelijk maken als verenigingsbestuurder door alle kinderen van 7 en 8 jaar een jaar lang gratis sport aan te bieden. Dat scheelt u een hoop zeg maar werving van jonge kinderen en geeft je de kans om als sportvereniging een jaar lang te zorgen dat zo'n kind landt bij jullie en het leuk gaat vinden en misschien wel een hele lange sportcarrière bij jullie blijft hangen. Dus dat is het tweede punt. Het derde punt is al genoemd hier ook vanavond. Zorg nou dat sport is al lang niet meer die groep lastige voorzitters die allemaal vragen hebben over accommodaties. Sport is gewoon onderdeel van de wijk, onderdeel van
scholen vinden plaats voor kinderen. Dus laten we nou zorgen dat het sociaal domein en de sport één geheel gaan vormen. En dat de wijk, de sportclub en de school samenwerken om kinderen in beweging te brengen. Dank u wel. Nou, zo doen we dus veel sport in de verschillende programma's. Jullie hebben nu uitgebreid tijd gehad om iets over jezelf te vertellen. Zometeen gaat het allemaal op tijd en dan gaan we heel streng zijn, want als de tijd op is, dan gaan gewoon de microfoons uit, heb ik van achter begrepen. Dus nou, we gaan met de eerste stelling beginnen. Jullie mogen... En daarvoor wil ik de SP en D66 uitnodigen om naar voren te komen. En de eerste stelling is, er mogen geen vierkante meter sportareaal in Leiden verdwijnen, ook niet als door herindeling accommodaties vrijkomen. Thomas, jij mag beginnen. 30 seconden. Oké. Wij zijn het er wel... Nou, nee, we zijn het er niet echt wel mee. Nee, wij willen in principe wel zoveel mogelijk sportareaal behouden. Maar als ik nu bijvoorbeeld denk aan de hockeyvelden die eventueel vrijkomen bij bijvoorbeeld Roomburg, denken wij, juist om het park wat bij Roomburg is, dat eigenlijk verder te vergroenen. En waar ook al eerder over verteld is, juist een beetje de ongebonden sport, daar ook ruimte voor te maken. Dus dat het park eigenlijk gecombineerd wordt met een soort sportfunctie. Oh. Okay, jij kan het zien, hè? Daar is het nummer. Ah ja, dat is het ook niet. Ja, niet mee eens. Het gaat niet zozeer om het aantal vierkante meters, het gaat om wat gebeurt er daar. En we willen heel graag wijksportparken waar de hele dag wordt gesport, of het nou het onderwijs is, of sportaanbieders, of clubs. En in welke vorm dat dan moet, daar gaan we met elkaar aan de slag. Maar we gaan niet een vrij armoedige stelling als vierkante meter sportareaal. Het gaat om de kwaliteit, wat gebeurt er op die parken. En als dat betekent dat we daar meer areaal voor nodig hebben, dan moeten we dat zeker niet laten. Als dat in minder kan, dan moet dat ook kunnen. Netjes binnen de tijd. Wie wil hier beginnen? Ik hoor het, want jij twijfelt toch een beetje, Thomas. Niet tegen. Nee, ik twijfel wel omdat ik niet vind dat het per se sturend moet zijn als je beleid maakt om eigenlijk het sportareaal eventueel kleiner te maken. Ik vind wel dat je het sportareaal in principe zou moeten behouden, maar moet kijken per stuk wat je maakt eigenlijk, per beleid wat je maakt, om te kijken, nou ja, bijvoorbeeld bij Roomburg, is het mogelijk om daar eventueel sport en groen te combineren. En daar zou het bijvoorbeeld heel goed kunnen, maar in principe denk ik niet dat het overal kan. En ik vind wel niet dat je moet gaan sturen op dan maar dingen bouwen en kijken of het sportareaal eventueel minder kan worden of niet. Ik vind wel dat je in principe wel heel erg zuinig moet zijn met het sportareaal wat we hebben. Dus daarom twijfelde ik een beetje. Zuinig zijn op het sportareaal dat we hebben? Oh, er gaat nogal wat vrijkomen en eigenlijk ook verdwijnen als we zo kijken. Bijvoorbeeld naar de golfsport houdt volgend jaar op met te bestaan. Wat gaat er met die accommodatie gebeuren? Moet dat blijven of mag dat weg? En, hier staat de wethouder. Ja, ik wil er eens. Voor mij, waar we naar moeten streven, is wat gebeurt er op een sportpark? En nogmaals, als de sportbehoefte ertoe leidt dat je dan meer ruimte nodig hebt, dan moeten we kijken hoe je dat organiseert. En heb je daar minder ruimte voor nodig, dan zou dat ook kunnen. Het gaat, dus laten we geen discussie voeren langs de lijnen van vierkante meter sportareaal. Maar laten we realistisch zijn, als het eenmaal weg is, moet het nooit meer terug. Dus als we meer nodig hebben, nou, waar baseer je dat op? Maar waar komt dat vandaan dan, als het nodig is? Nou, jij zegt, als het eenmaal weg is, komt het nooit meer terug. Het gaat om, wat gebeurt er op een sportpark? Waar heeft de vereniging, waar hebben ongeorganiseerde sporters, waar heeft het onderwijs behoefte aan in termen van sportparken? En daar moeten we naar streven. En niet zozeer blijven hangen in een vierkante meter discussie, want dat is een vrij armoedige discussie. Maar dus sportparken die niet vrijkomen, mogen in principe opgegeven worden? Nou ja, dat denk ik niet. Ik vind juist bijvoorbeeld, nou, het voorbeeld bij de Boshuizenkamer, denk ik juist dat je moet gaan kijken. De sportfunctie die was er. En er is nu eventueel mogelijkheid om iets anders te doen. Maar ik zou eigenlijk als een speler voor pleiten om wel die sportfunctie daar te behouden. En eventueel misschien te combineren met meer groen. Nou ja, kijk, in het contourenplan buitensportaccommodatie hebben we ook beschreven welke sporten zien we waar uiteindelijk in de stad landen. En daar staat ook bijvoorbeeld voor de Boshuizenkade van in, dat daar gevoetbald wordt bijvoorbeeld. En als daar straks het Leonardo College zit aan de overkant van de Tellerskade, dan heb je de verbinding met onderwijs heb je al geregeld. En dan, we moeten werken aan vitale verenigingen, dat weten we. Misschien zijn er wel andere sporten in de stad die daar zich thuis gaan voelen. Op die manier hebben we al wel degelijk het plaatje al neergelegd. Welke sport wordt waar straks beoefend? En ja, van daaruit ga je bouwen aan de kwaliteit van de sport. Er zijn nog
zijn een aantal voorbeelden wel te noemen, zoals de 5 mei al die ergens anders komt te staan. Waar al tekeningen van zijn, dat daar huizen gaan komen. Op een trainingsveld van Diehoek, dat daar huizen gaan komen. Dat het park waar Roomburg weggaat, dat daar luxe woningen gaan komen. Dat is toch veel sportareaal dat dan verdwijnt. Ja, ik hoor je niet praten over wat er dan weggaat. Volgens mij, voor de 5 mei al komt een nieuw sportcentrum. Twee keer zo groot. Ja, dat is wel op een plek waar nu al een sportareaal is. Ja, maar het gaat erom dat we het goed gebruiken. Het gaat er niet om. Dus nu voeren we precies een discussie die ik wil vermijden. Namelijk dat je langs de vierkante meters voert. Nee, je moet kijken wat is de kwaliteit en de behoefte die inwoners, sporters nodig hebben. En dus een nieuwe sporthal is heel hard nodig. En we maken hem ook nog wat groter. Dat geldt ook voor die andere plekken die je noemt. Het gaat om wat programmeer je daar en kunnen we daar naartoe dat iedereen daar kan sporten en bewegen. Jongens, mee eens? Kan het wel gewoon weg als er andere plekken zijn waar gewoon goed gesport kan worden? Nee, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Ik denk juist dat, ik zie wel in de stad, er is natuurlijk heel veel behoefte aan meer woningbouw. Maar ik denk wel dat je er nu een beetje te makkelijk over doet. Want er gaat inderdaad sportareaal verdwijnen op die manier. En dat wordt denk ik wel heel erg makkelijk nu opgevangen met woningbouw. Terwijl, wat ons betreft kan dat ook misschien juist wel weer met sport worden opgevangen. Ja, dit is nou jammer. Okay, het sportdebat gaat weer over wonen. We hebben het over sport. Ja, we hebben het over sport, maar er komen jullie mogen zo verder discussiëren, maar ik hoop vaak dat jullie hier achter de tafel willen gaan staan, want de rest mag nu ook mee doen. Jullie mogen zich ook mee blijven doen. Ik zag Gijs met een arm, is dat ging op? Ja, ik begrijp dat D66 niet wil praten over het vierkante meters. En natuurlijk kan je best eens een keer hier her en der een vierkante meter afhalen, maar als je er eenmaal woningen in zet, dan ben je het kwijt voor de sport. Daarom hebben wij als Partij van de Arbeid ook 3 keer deze periode een motie ingediend waarin staat dat als er sportruimte vrijkomt, dat er in elk geval geen woningen mogen komen. Je zou kunnen denken, als het niet beoefend wordt, maak het dan groen voor een wijkpark, zodat ongebonden mensen daarvoor kunnen sporten. Maar als er eenmaal woningen staan, dan ben je het kwijt. Dus dat moeten we gewoon nog niet doen. En ik hoor, kijk even, ik ben wel benieuwd, is D66 bereid om sport op te offeren voor woningbouw? Mag er gebouwd worden op vrijvallende sportcomplexen? Ja, mijn punt van de inleiding was meer geld voor buitensportparken. Dus dat betekent dat we de kwaliteit van die sportparken moeten gaan vernieuwen. Daar moeten we geld voor vrijmaken. Hebben we nu geen euro voor vrijgemaakt? Dat moeten we echt gaan regelen straks bij de coalitie onderhandeling. En vervolgens ga je kijken, stel bijvoorbeeld dat het Roomburg Park, dat de hockey uiteindelijk toch zegt, we gaan naar de Vliet. Nou, dan houdt Maho daar een heel mooi groen park over. Dus je moet echt, maar de discussie begint hier vanavond bij, wat heeft de sport nodig om op het hoger niveau te komen? En wat je dan vervolgens aan ruimte nodig hebt, en wat daar dan uitkomt, wat je met eventueel resterende ruimte, of misschien heb je wel meer ruimte nodig, dat moet je daarna voeren. Maar we beginnen nu alweer aan de achterkant van de discussie, want we zijn bang dat er woningen komen. Punt is duidelijk, even naar de andere kant. Ik zei net, als het Roomburg Park, als hockey verdwijnt naar de Vliet, dan blijft het Roomburg Park groen. GroenLinks. GroenLinks. Ja, dankjewel. In de introductie daarnet gaf ik al aan dat GroenLinks het hier dus, dat wij vinden dat sportareaal gelijk moet blijven. En daarnet in het debat hoorde ik onder andere D66 zeggen, maar waarom dan? Hè? Want het gaat toch om wat je ermee doet. Maar het punt is juist dat we ook allemaal weten dat de korfbal, de rugby bijvoorbeeld, juist op zoek is naar uitbreiding. En dus als bijvoorbeeld blijkt dat door voetbal vitaal, de voetbalvelden vrijkomen die niet meer verhuurd worden aan de voetbalverenigingen, dan vinden wij dat dat niet zomaar opgeofferd moet worden voor woningbouw of wat het dan ook is anders. Ik wil het vanavond ook niet per se over woningbouw hebben. Maar dat dat dus behouden moet blijven als sportareaal, omdat daar dan gekorfbald wellicht kan worden of gerugbied. En daar moet goed naar gekeken worden. Dus daar zijn wij het zeker mee eens. En wat ik ook heel interessant vind aan de stellingname van D66 en de SP, is dat ze zich hier dus tegenkeren, terwijl er deze raadsperiode van een motie van onder andere GroenLinks is aangenomen, die heeft gezegd, het sportareaal moet behouden blijven. En niet per se op de plek zelf, maar wel in de stad als geheel. Dus als het niet op de plek zelf kan blijven, dan moet het elders gecompenseerd worden. Dus ik vind het interessant dat die partijen daarbij zijn afstappen. Ja, ik ben ook wel benieuwd waar dat elders gecompenseerd is, hoe jullie dat zien. Want er is ook een plek nodig voor bijvoorbeeld woningen. Waar kan dat gecompenseerd worden? Maarten. Maar een van de redenen dat wij sterk voorstander zijn van de fusie van de randgemeente is dat dan bouwgrond vrijkomt. Dat ze natuurlijk bijdragen aan de sportkosten, de hoge kosten die nodig zijn voor bijvoorbeeld de hal en de andere hal en nog een hal. Wij zijn niet rigide per se tegen het opofferen van
sport groen, maar dat moet dan wel echt groen zijn, gras, voor woningbouw als er toevallig een veld vrijkomt. Als een kunstgrasveld vrijkomt door field sharing, dan zeggen we oké, dan kan je daar misschien wel woningbouw belegen. We zijn niet zo heel star erin. In principe moet je het sportareaal in stand houden. Fusies van clubs zijn we tegen. Het zal wel eens een keer gebeuren, er worden clubs opgeheven. Je moet ze steunen, maar dat heeft te maken met die woningbouw. Nee, maar die woningbouw, die moet, er zijn 8 tot 10 jaar wachtlijsten voor de sociale woning. Er moet wat gebeuren. Julius, CDA. Ja, wij als CDA zijn het ook eens met de stelling. Wij vinden dat er geen vierkante meter sportareaal af moet. We leven in, of Leiden is een dichtbevolkte stad. En er is ontzettend veel grijs. Dus het sportareaal wat we hebben, dat moeten we ook koesteren. Ik sluit me aan bij wat Esli zegt. En ik wil daar nog één punt aan toevoegen. Kijk, nu, we kunnen wel kijken van hoe past de indeling nu op dit moment in de stad als Leiden. Hoe kunnen we op dit moment de sportparken zo goed mogelijk benutten? Nou, daar vindt de wethouder mij aan zijn zijde. Dat vind ik ook. Alleen, je hebt gewoon gezien dat de afgelopen 10, 15 jaar de behoeftes ontzettend veel wijzigen. En jij gaf het net zelf al terecht aan. Grond die je nu weggeeft, die krijg je niet meer terug. Want daarvoor zit onze gemeente gewoon te veel op slot. Nou, en die optelsom maakt dat je gewoon als uitgangspunt moet nemen. We doen er geen vierkante meter sportareaal in. En daarna praten we over de indeling. We hebben nog even aan Maarten Dirksen vragen. Want de VVD is natuurlijk bekend als de partij die wil meer woningen komen. Wat dat ja, nodig is voor Leiden. Er zijn een aantal partijen die zeggen, ik wil het niet over woningbouw hebben. Maar ik ben van de VVD heel makkelijk in. Ik wil het heel graag over woningbouw hebben. En ik ga dan iets zeggen dat misschien een beetje omstreden is bij het publiek. Maar er is meer in het leven dan sport alleen. En als je kijkt dat al die sportende kinderen die dan van die sportaccommodaties gebruik maken, als ze wat ouder zijn, ook graag in Leiden zouden willen wonen en daar geen astronomische bedragen voor willen betalen, dan zal je toch woningen bij moeten bouwen. En als er inderdaad sportareaal vrijkomt, hè, als we dat niet meer gebruiken, dus niet als de korfbal nog eindeloos op zoek is, dan al de velden bebouwen bij spreken, maar als er een kans is om woningen te bouwen op sportareaal dat inderdaad vrijkomt, dan zegt de VVD in de algemene afweging, hè, waar we Leiden een betaalbare stad willen houden, waar al die sportende mensen ook daadwerkelijk kunnen wonen, zonder dat ze tonnen hoeven neer te tellen voor een huis of voor een appartement, en dan zegt de VVD inderdaad, dan is het mogelijk dat we wat sportareaal opofferen voor, dat bredere, voor die bredere belangen, namelijk het wonen. De VVD kiest daarvoor heel letterlijk en heel expliciet en zegt niet van we houden het prachtig vast en elke vierkante meter sport. Oh, daar ja, zijn door de tijd heen. Ja, nou, ik hoor dat het de eerste stemming is. We zullen meteen gewoon in de tijd pakken. U mag kort reageren. Prima, bedankt. Nou, ook wij zijn voor deze stemming. We vinden het belangrijk dat sportareaal behouden blijft. En als het dan op een bepaalde plek wordt opgeheven, dan moet het niet in een of ander fonds of een belofte van nou ja, als er ergens anders weer een plekje vrijkomt, dan is sport weer aan de beurt. Want eenmaal opgegeven is opgegeven. Dus het moet gelijktijdig wel zijn, zodat het ook daadwerkelijk behouden blijft. Okay. Wie van de partijen zeg, er mag geen sportareaal verdwijnen, geen vierkante meters, hand of zeker? Oké, okay. Nou, dat wordt interessant de komende jaren. Dan de volgende stelling. Daarvoor wil ik Gijs Holland van de Partij van Arbeid en Carlijn Berg van de ChristenUnie uitnodigen. En de stelling is, Leiden moet zich meer profileren als sportstad, ook op het gebied van topsport. Gijs, je mag beginnen. Antwoord is ja. Ik vind dat elke gemeente dat moet doen, want sport verbindt, is economisch goed voor de stad. Als er een marathon er is, moet het beter veel wat uitgeven in de stad. En sport is ook gezond. Maar er is ook iets voor Leiden specifiek. We zijn een kennisstad. En kennisstad is een enorme concurrentie tussen andere steden, kennissteden in Nederland. Het gaat vaak, mensen kunnen kiezen uit waar ze gaan werken. En dan moet je als stad weer op orde hebben. En dan heb je cultuur nodig, sport nodig, woningbouw nodig, groen nodig. Dus ook sport en ook topsport. Mooi binnen de tijd ook. Wij zijn het er mee oneens. Wij vinden het belangrijk dat Leiden zelf genoeg ruimte geeft aan sporten voor zichzelf, zodat alle inwoners kunnen sporten. En niet zozeer om zich te profileren ten opzichte van andere steden of om topsport mogelijk te maken. Dat is geen gemeentelijke taak. We investeren liever in sporten en bewegen voor iedereen, zodat een sociale cohesie is, iedereen gezond is en dat het een fijne stad is om gezond te kunnen bewegen met elkaar. Nou, daar hebben ze een mooie tegenstelling. Nou, weet je wat interessant is van hoe je mensen heel makkelijk aan sporten krijgt door een goede topsportvereniging te hebben? Ik denk dat ZZ Leiden en het succes van BS Leiden, die hangen heel erg met elkaar samen.
omdat wij zo'n goede topsportclub hebben, zie je dat er heel veel jonge kinderen enthousiast worden om ook dat te gaan spelen. Dat is op amateurniveau. Dus het is geen tegenstelling, het versterkt elkaar juist. En dat vind ik erg jammer. Het is een standpunt wat ChristenUnie altijd uitdraagt. En ik vind het ook erg jammer dat u dat niet inziet. Het versterkt elkaar juist, het is geen tegenstelling. Nou, u hoeft niet te twijfelen aan mijn inzicht. Ik zie zeker in dat er een verband is tussen topsport en breedsport, maar dat is een middel. Dat is een middel om kinderen en mensen aan het sporten te krijgen. En zoals u heeft gehoord, zijn er heel veel andere middelen om iedereen aan het bewegen te krijgen. Dus waarom zou je het op een hele indirecte manier doen? Dus door eerst te investeren in topsport, terwijl je het ook gewoon direct kunt doen. Bijvoorbeeld, ik hoorde ideeën om gratis lidmaatschap te geven. Door de tarieven van het zwemmen te verlagen. Nou ja, dat zijn zoveel andere mogelijkheden. En dat zouden we een veel slimmere investering vinden. En daarnaast denk ik dat de topsport zich voldoende zelf kan bedruipen. Dus dat we de schaarse middelen die we hebben als stad, dat we het op een verstandige manier moeten inzetten. Zodat alle bewoners er baat bij hebben. Ik denk dat we meer of minder geld naar topsport moeten dan er nu gaat. Jazeker. Ja, voor minder neem ik aan. Minder, jazeker, ja. Er zijn altijd zoveel enthousiaste mensen die allerlei ideeën hebben voor de verenigingen, voor de ongebonden sporten. En ik vind het zonde dat we allemaal dat soort initiatieven niet allemaal kunnen ondersteunen, doordat er geld gaat naar bijvoorbeeld Stichting Topsport Leiden of allerlei andere fondsen. Dus we zouden zeker minder geld naar topsport laten gaan. Wat ons bedrijf blijft budgetten gewoon zoals het nu ook is. Want vergis je er niet in dat de topsport investeringen zijn vaak multipliers. Dus de topsportvereniging, Leiden, die investeert in een club via subsidie. En met dat geld kan een club dan extra ander geld binnenhalen. De topsport Leiden heeft ervoor gezorgd dat een aantal sportverenigingen businessclubs hebben. Waar ze meer stabiele financiële basis hebben. En natuurlijk moet je niet alleen maar in topsport investeren om kinderen en andere mensen aan het bewegen te krijgen. Dat moet je ook doen met dingen die u net zei, zoals laagdrempelige voorzieningen, kinderen op school, enthousiasmeren, combinatiefunctionarissen. Maar topsport zelf zien als de grote boosdoener van om andere dingen niet kunnen. Het is echt een meerwaarde. Wat ik net al zei, het is geen tegenstelling, het versterkt elkaar. Het is natuurlijk wel een tegenstelling als je maar één zak met geld hebt die je één keer kunt verdelen. En als je daar een deel van geeft aan de topsport, dan is het dus per definitie niet meer beschikbaar voor bijvoorbeeld combinatiefunctionarissen, voor de tarieven van de zwembaden. Dus in die zin een afweging maken. Maar het interessante is, met dat deel geld wat naar de topsport gaat, wordt een nieuwe zak met geld gecreëerd. En zo wordt de zak met geld voor sport dus groter dan die in werkelijkheid of in eerste instantie was. En op die manier hebben we die multiplier, en op die manier hebben we als stad en als verenigingen en als sportverenigingen veel meer aan. Ja, maar dat is natuurlijk de vraag wat er gebeurt met het geld, wat het multiplier effect oplevert. We hebben natuurlijk dan niet meer de hele vrije hand in. Daarmee kunnen we niet zeggen, maar dan gaan wij dat gebruiken om de zwemtarieven weer omlaag te doen. Denkt u van wel? Nou, kijk, je moet natuurlijk dat geld niet zomaar aan een topsport geven. Daar moet je gewoon afspraken voor maken. Dan moet je zeggen van dat moet gaan naar kinderen en meer. Dat moet gaan naar het versterken van organisaties. Natuurlijk moet je dat niet vrij in de vrije hand houden. Maar nogmaals, de tegenstelling, die is er niet. Ja, ik kan het nog een keer herhalen, maar ik denk dat we het hier ook in de afgelopen jaren veel over hebben gehad. En nogmaals, ik wil ook niet zeggen dat de Stichting Topsport Leiden verkeerd werk doet. Ik denk dat het werk heel goed is. Alleen maar je wilt wel de stekker uittrekken. Ja, als je al weet, dan zou ik daar wel de stekker uittrekken. Ja. De tijd is nog 2 seconden, dus ik wil jullie vraag maar weer achter de tafel plaatsnemen. Zijn er allemaal partijen die hier al direct willen reageren? Ja, allereerst, ik ben het helemaal eens met de heer Holla als hij zegt dat die werelden elkaar kunnen versterken. Ik ga niet mee in zijn theorie van de multiplier, want we hebben nou net geconstateerd dat een paar jaar geleden de Stichting Topsport Leiden een bepaald bedrag krijgt en dat binnen zoveel jaar zou moeten worden verdubbeld. Als er één ding niet gebeurd is, is dat het. Ze doen wel heel goed werk en ze helpen topsportverenigingen om een sterkere vereniging te worden. Maar we moeten niet hier een soort business case neerleggen van als we dit gaan doen, dan gaat de multiplier in werken. Ik denk dat dat gewoon niet aan de orde is. Dus in die zin, we moeten ook wel wat eerlijke verhaal blijven vertellen. En als we even kijken naar het eerste gedeelte van de stelling. Wij doen zich meer profileren als sportstad. Dat kan natuurlijk ook naar buiten. Dus je kijkt hoe populair de Olympische Spelen zijn, WK, voetbal. Je kan daar als stad ook heel veel uithalen uit sport. Zeker als je grote evenementen naar de stad gaat halen. Op die manier meer profileren.
Jullie zag dat eerst? Ja, dat ben ik met je eens. Kijk, als ik denk profileren als sportstad, dan denk ik al gauw in Leiden aan de accommodaties. Omdat je moet een tegenstelling topsport, breedsport zie ik ook niet zozeer, hè, het helpt elkaar. Maar als je accommodaties zijn ook je visitekaartje van de stad. Dus als je je wil profileren als topsportstad of als sportstad, dan moet daar, zou ik in eerste instantie daarin investeren. Als ik kom bij Rijnvogels of Rijnsburgse Boys of bij Quick Boys, hè, in de regio, of in Moesgeest, hier vlakbij, liggen prachtige accommodaties. Dus wat geld daarin? Nou ja, als we dan het hebben over het investeren in geld voor een sportstad Leiden, dan zou ik in eerste instantie beginnen met accommodaties in plaats van puur alleen topsport. Maar betekent dat dan ook 3000 stoeltjes voor die topsporthal en een 400 meter ijsbaan en een 5 meter zwembad? Ik krijg het al klaar. Nou, dat betekent wel. Ik vind wel dat je als gemeentelijke overheid moet je daarin faciliteren. En het is wel zo dat we samen met de Partij van de Arbeid de afgelopen periode nog niet de deur voor 3000 stoeltjes wilden dichtgooien. Omdat we eerst nog beide scenario's wouden uitwerken richting het laatste uitvoerende besluit. En dat de andere partijen, maar die zullen vast nu daarop willen reageren, die deur wel keihard hebben dichtgegooid. En dat is wel enigszins zonde. Ik zag Maarten net als eerst even kort, Maarten. Zullen we dadelijk als Maarten en Maarten naast elkaar optreden? Wij zijn echt helemaal voor die topsport in Leiden. En een stad met 125.000 inwoners mag dat ook wel hebben. En een groot potentieel. Dus altijd in het verleden is dat verwaarloosd. De keuze 2000 of 3000 stoeltjes is vreselijk belangrijk. Gewoon doen, 3000 stoeltjes. En niet daarover zeuren verder. Datzelfde geldt voor die 333 meter baan. Als het Leonardo da Vinci College zegt van ja, maar wij willen geen 3000 stoelen, begrijp ik wel, maar het is onterecht. Het is juist een school als Leonardo zou moeten zeggen, voor de topsport hebben we het er vooral over dat die 3000 stoelen komen. Maarten, even, natuurlijk wil iedereen dat eigen, maar het kost natuurlijk heel veel geld. Dat is het probleem. Waar moet het geld voor ons jou vandaan komen? Ja, ik wil de Olympische Spelen naar Leiden halen. Dat ik wat ik wel interessant vond aan wat Julius zei over, hè, die zei in zijn introductie dat hij zo snel mogelijk die sportaccommodaties wilde regelen. Ja, dan was het juist het uitstellen voor de sporthal om nog een onderzoek te laten doen naar 3000 toeristen. Dat had het nou niet echt bespoedigd. Wat betreft de stelling, wij vinden, GroenLinks vindt dat Leiden zich wel moet profileren als een sportstad, maar eigenlijk vooral dan als een vitale stad, als een gezonde stad. En daar is een rol weggelegd voor topsport. Wat Gijs ook al zei, topsport zorgt ervoor dat mensen op breedsport gaan en de breedsport zorgt er weer voor dat mensen topsporters worden. Dus daar zit gewoon een dynamiek. Maar wij vinden niet dat dat als de stelling suggereert dat er nog extra geld naar topsport moet gaan, dat vinden wij niet. Dan zetten wij echt in op een gezonde stad. Dan willen wij dus een stad creëren die mensen echt uitnodigt tot sporten, ook gewoon in de buitenlucht, in de wijken, in de parken. Daar ligt dan onze prioriteit. Thomas. Ja, ik lees deze stelling ook zo dat er inderdaad meer geld naar topsport zou moeten. Daar zijn wij het als SP ook niet mee eens. In grote lijnen ook met wat de ChristenUnie heeft gezegd. Topsport en breedsport zijn erg belangrijk en hangen ook samen. Maar als je geld geeft aan de breedsport, dan gaat er echt meer naar de breedsport dan als je het eerst in topsport stopt en dat dan een deel daarvan doorlekt in de breedsport. Dus wij vinden het eigenlijk vooral heel erg belangrijk dat, nou ja, eigenlijk wat GroenLinks ook zegt, dat we moeten ons profileren als vitale stad, maar niet per se als topsportstad. Dat vinden wij helemaal niet per se nodig. Er is nog genoeg te winnen in de breedte sport, dus waarom zouden we dan nu heel veel gaan investeren in topsport? Tot slot zie ik Maarten Leersen, VVD hier. Ja. De VVD heeft altijd gezegd dat wij als overheid, want daar gaat hij om. Kijk, ik vind dat Leiden zich moet profileren als topsport, als sportstad en ook op het gebied van topsport. Maar de vraag voor ons als kandidaat voor de gemeenteraad is niet of we dat willen. Het is of we willen dat de gemeente daar een rol in speelt. En wat ons betreft, wat de VVD betreft, zijn we altijd heel duidelijk geweest. De VVD kiest voor de breedsport. We vinden het prima dat er een topsportcoördinator is die de topsport faciliteert. Maar de breedsport is voor ons, wat ons betreft, onze verantwoordelijkheid tegenover de burgers van Leiden, dat die goed kunnen sporten. En het is niet het financieren van professionele clubs of iets dergelijks. Dat is niet waar de gemeente haar belastinggeld in zou moeten steken. Oké, we gaan door naar de volgende stelling. Daarvoor hebben we GroenLinks, SP Noord en de Partij Zuiderstad Maarten Kersten. En
En de stelling is, er moet meer geld naar ongebonden sporten, ook als dat ten koste gaat van verenigingen. Ja. Inderdaad, wij willen dat er geïnvesteerd moet worden in de ongeorganiseerde sporter. Dat vinden wij heel belangrijk, dat mensen die willen wielrennen, die willen hardlopen, dat daar alle ruimte voor komt in de stad. Dat geld kan voor een heel groot deel gewoon komen uit de potjes voor de openbare ruimte en stedelijke ontwikkeling. Maar als we deze keuze moeten maken, dan zeggen wij wel, onze prioriteit ligt bij die ongeorganiseerde sporten. De komende jaren, daar valt echt nog veel te winnen. Dus komen we voor deze keuze te staan, dan maken we hem ook. Duidelijk. Maarten? Ik ben absoluut tegen deze keuze. Dat moeten we gewoon niet willen. Het moet alle twee. Het is NN, dat is heel duidelijk. Breed support. We hadden straks over schoolzwemmen op scholen. Dat is meer een potje onderwijs, denk ik. Waar we het net over hadden, waar betaal je dat van? Eén van die dingen, ik benadruk het weer, fusie van de randgemeente. Dan krijg je dus de topsport, die wordt niet alleen vanuit Leiden betaald. We doen alsof we dat allemaal zelf moeten betalen. Maar het is de hele regio natuurlijk. We zijn niet alleen maar aan het sporten in Leiden. Of niet alleen maar in Leiden aan het sporten. Ik vind dus dat het alle twee. Maar soms kan het niet allebei, hè? Ja, dan moet je toch naar steden. En als het betekent dat verenigingen minder reden krijgen omdat ze op een andere manier gaan sporten? Nou, dat is heel hypothetisch, maar je kunt niet alle ontwikkelingen in de toekomst precies voorspellen. Maar ik vind dat het gewoon alle twee bevorderd moet worden van de gemeente uit. En dan moet ook naar geld, dan moet geld tegenaan, duidelijk. En jullie denken dat het ook allebei kan? Nou, volgens mij gaf ik dat al aan in mijn bijdrage daarnet. Eén, de ongeorganiseerde sporten kan voor een groot deel gefaciliteerd worden vanuit ander geld. Dat kan ook voor ruimtelijke inrichting. Maar als dat geld ontoereikend is. Dan moet het ook vanuit het sportbudget komen. En wij vinden, dit is een trend die al meerdere jaren gaande is en waar we niet de boot moeten missen, waar we echt op in moeten zetten. En dan hoort het gewoon ook uit het sportgeld te komen. En als er sportverenigingen zijn waarbij het minder goed gaat, Kijk, ik zou ook willen kijken hoe kan die ongeorganiseerde sport de sportverenigingen ook weer versterken. Dus ik vind het niet onterecht om ook bij dat geld te kijken. Ik begrijp dat partij Sleutelstad daar niet echt een keuze in wil maken. Misschien dat ze een referendum over kunnen organiseren. Exact wat ik wilde voorstellen. Ja. Overigens, een deel van de ongeorganiseerde sporten, het sporten, het joggen enzovoort, is ook een kwestie van welzijn. Het is niet alleen maar uit het sportbudget, maar het zou uit een heleboel ander budget ook kunnen komen. Ja, hoe belangrijk is een vereniging dan? Jullie focussen vooral op het sporten, de beweging. Maar hoe belangrijk is het om verenigingen te maken? Ongebonden sporten hebben geen vereniging. Ongebonden sporten is gewoon ongebonden. Ja, maar als je die dus gaat promoten en stimuleren, dan is de kans dat er minder mensen lid worden van een vereniging. Of dat er meer geld gaat naar de ongebonden sporten die dus niet in verenigingen gaat. En dat er dus verenigingen gaan verdwijnen. Of kleiner worden. Kijk, sportverenigingen zijn enorm belangrijk. Bij een sportvereniging leer je goed met elkaar omgaan. Je leert wat winnen en verliezen is. De sportverenigingen zijn ontzettend belangrijk in de vorming van mensen, denk ik. Maar ook ongeorganiseerde sporters, die kunnen wel, dat kan alsnog in een soort clubverband natuurlijk. Hè. Dat kan wel, er zijn groepjes die samen joggen en die wekelijks bij elkaar komen. Ja, die hebben geen sportverenigingen, die hebben geen juridische entiteit. Maar dat zijn wel mensen die op regelmatige basis bij elkaar samenkomen. Wij willen er alles aan doen dat we vitale sportverenigingen hebben. Maar we willen er ook alles aan doen dat we een vitale stad hebben. En als het er dus voor nodig is dat wij om een stad te creëren waar je goed buiten kan sporten, dan willen wij daar de middelen in inzetten die daarvoor nodig zijn. En dat kan ook uit het sportbudget komen. Wat Essie schetst is dus heel diffuus, dat is een grensgebied. Ongebonden, gebonden, joggers die samen weer een clubje gaan vormen. Dan heb je een club. De grenzen die verschuiven steeds. Dat sociale aspect van sport is superbelangrijk in de verenigingen, maar ook in het ongebonden. Daar is veel meer individualiteit en de vereniging speelt meer gebonden sportbinding. Maar het sociale is superbelangrijk, het culturele, het is niet alleen maar sport als beweging. Jullie zijn dus ook eens dat er meer geld moet gestoken worden in de sporten. Hoe zien jullie dan voor? Je moet ergens geld steken. Ja, hoe dan? Waar dan? Wat gaat er gebeuren? Ik denk dat het bijvoorbeeld heel goed zou zijn als er in parken openbare sportgelegenheden komen. Hè? Dus dat mensen kunnen fitnessen in parken, dat lijkt mij heel goed. Maar ook gewoon bij de algehele inrichting van de openbare ruimte zouden wij heel graag willen dat er gewoon goed wordt gekeken naar de behoeften van de voetganger en van de fietser. En dat dus ook, dat heeft met sport te maken, maar ook met spelen, dat we gewoon kijken hoe zorgen we er nou voor dat die openbare ruimte een plek wordt die
echt uitnodigt tot bewegen. Nou, dat kan via fitnessplekken, maar dat kan ook door gewoon op goede plekken de stoep net wat breder te maken, zodat je er de ruimte voor hebt. En dat vraagt gewoon om een slimme aanpak, maar dan moet je wel eerst die prioriteit stellen. Ja, het eerste is veel meer van individueel betalen, het tweede veel meer van verenigingsverband met organisatie en alles. Dat moet je als gemeente ook steunen. Ik vind dat wij dat veel te veel breidelen, veel te weinig steunen als leider. En dat neem ik eigenlijk, mijn opponent Dirks achter mij wel een beetje kwalijk. Er zit te veel druk van de gemeente op de structuur, de verenigingsstructuur in Leiden. Oké, dan wil ik jullie vragen om een keer achter de tafel plaats te nemen. Eerst Thomas, daarna Carlijn, daarna Gijs. Ja, dankjewel. Dit is een stelling waarvan ik eigenlijk vind dat wij die als partijen niet moeten maken, maar dat we vooral moeten kijken naar wat de Leidse bevolking hiervan wil. Als we zien dat de komende jaren, en dat is een ontwikkeling die gaande is, dat er meer behoefte is aan ongebonden sport en dat verenigingen helaas wel wat minder leden hebben, dan denk ik dat we daar wel op moeten inspelen. Ik denk wel dat we dan als gemeente moeten zeggen, dan moeten we dus meer geld gaan vrijmaken voor ongebonden sport. Want wij als gemeente zijn er voor, nou ja, de Leidenaren die willen sporten. Dus ik vind het heel raar als wij dan als gemeente zouden moeten gaan forceren van nee, ongebonden sport, dat is een foute keuze. We gaan alleen maar investeren in de verenigingen en jullie moeten daar maar bij gaan en anders zoek je het maar uit. Dat vinden wij heel gek. Ja, dankjewel. Ook wij zijn het eens met deze stelling. We vinden inderdaad dat er meer geld naartoe moet, maar ik denk nog belangrijker dat er veel meer rekening wordt gehouden met ongebonden sporters. De verenigingen zijn heel krachtig, die hebben zich vaak verzameld. Dus ook als het gaat om afwegingen van hoe deel je de ruimte in, dan is de ongebonden sporter is soms buiten beeld. Er ligt een rol van ons als politici om voor die belangen op te komen. Maar nog belangrijker is dat we dat ook echt de komende jaren blijven doen. Inderdaad, als het gaat om afweging, hoe richt je een nieuw park in, kan iedereen daar sporten en bewegen, zoals wat ik in mijn inleiding zei, ook mensen die met een rolstoel of een rollator lopen. Gijs. Dankjewel. Wij zijn het oneens met deze stelling. De Partij van de Arbeid is een partij die om solidariteit gaat, sociale partij. Het gaat om het samenleven en organisaties en sportverenigingen zijn verbanden waar mensen elkaar ontmoeten. Dan leer je met elkaar omgaan, dan leer je met winst en verlies omgaan. Daar vorm je jezelf. En daarom vinden wij het heel belangrijk dat de sportverenigingen bijvoorbeeld via breedsportcoördinator worden ondersteund. Dat neemt niet weg. Dat betekent dus inderdaad dat van het geld, sportgeld, de meerderheid naar breedsport of naar de vereniging gaan. Daarnaast hebben we natuurlijk dat we ook gewoon soms de openbare ruimte opnieuw inrichten. En op dat moment moet je de kans grijpen om die zo in te richten dat mensen die willen joggen of wielrenners daar gewoon ook gebruik van kunnen maken. En op die manier sta je twee vliegen in één klap. Maar wij zijn het dus echt oneens met deze stelling. In principe gaan verenigingen bij jullie voor. Maarten Deers. Ja, je kan wel een verhaal houden over dat dit een hypothetische voorstelling van zaken is. Of dat we heel graag dat we solidair moeten zijn. Maar ja, als je solidair bent met een steeds kleiner wordende groep mensen, dan schiet dat ook niet op. En wat betreft de hypothetische situatie. Ja, dit is helemaal geen hypothese situatie. Dit gebeurt al. Mensen verlaten verenigingen om individueel te gaan sporten. In de hele samenleving zie je de individualisering, zoals dat heet. Dat is geen hypothetische situatie. En er zitten ook mensen hier in de zaal die dat waarschijnlijk al bij een vereniging hebben gezien. Teruglopende deelname. Omdat mensen die individueel sporten. En wat de VVD betreft moet je dan als gemeente niet je kop in het zand steken. En zeggen van ja, we blijven gewoon het geld naar die verenigingen doen. Terwijl een grotere groep van je burgers bezig is met die individuele sporten. Aan de andere kant moet je als gemeente ook je best doen om het beleid zo op te stellen dat je die verenigingen niet in de weg zit bij het binden en het binnenhalen van nieuwe leden. Want dat is in het verleden natuurlijk ook wel eens gebeurd. Je moet de verenigingen de kans geven om op een flexibele manier om te gaan met bijvoorbeeld met openingstijden. Je moet ze de kans geven, wat ik al eerder zei, om hun eigen faciliteiten in beheer te nemen. Je moet de verenigingen alle kans bieden om die leden te behouden, om die leden binnen te halen, zodat zij ook kunnen concurreren als het ware met die ongebonden sporten, zodat in ieder geval de gemeente niet in de weg zit dat mensen lid worden bij een sportvereniging. Ja, dankjewel. Maar wij als CDA kiezen ook echt voor verenigingen en we zijn dus ook oneens met de stelling. Ook al gaat het minder met verenigingen, verenigingen zijn ontzettend belangrijk voor de stad. Gijs zei het ook al. Het zijn verbanden waar mensen zich ontmoeten en niet alleen volwassenen, maar ook met name jeugd, die heerlijk kunnen sporten. Het gaat minder, de ledenaantallen lopen terug en dat is voor ons reden om juist daarin te investeren. Want
als verenigingen eenmaal verdwijnen uit de samenleving, ja, dan dat zouden wij in ieder geval heel erg jammer vinden. Wij vinden het de taak van de gemeente om daarbij te helpen en te ondersteunen. De ongebonden sporten, laatste punt. Voor weet ik niet hoeveel miljoen euro gaan we bijvoorbeeld Simmelpark aanleggen. In Park Kronenstein of in het Leidse Hout. Er gebeurt ontzettend veel. Het zijn vaak vitale mensen die individueel sporten. Daar gaat hartstikke goed mee. Daar zie ik gewoon veel minder een rol voor de gemeente dan bij verenigingen die wel hulp nodig hebben of ondersteuning in ieder geval. Paul Deersen? Ja, ik wil hem eigenlijk heel simpel maken. Er moet meer geld naar ongebonden sporten, zolang het maar niet ten koste gaat van verenigingen. Dus ik vind het prima als er meer geld naar ongebonden sporten gaat, maar dan niet uit het sportbudget. En in die zin hebben we die verenigingen ook nodig. Ik ben wel kritisch over een aantal verenigingen, omdat ik vind dat je wel een bepaald niveau en een bepaald aanbod moet kunnen bieden. En je moet ook durven zeggen, als dat met elkaar niet lukt, dan moet je misschien kijken of je het op een andere manier of samen kan doen, of uiteindelijk ermee stopt. Dat is helemaal niet erg, maar het gaat er wel om dat het sportbeleid mag nooit verder worden uitgehold. Dus dat als er meer geld naar ongebonden sporten gaat, kan prima uit andere budgetten voor single park of wat dan ook. Lijkt me hartstikke goed, maar laten we het nou niet bij de verenigingen gaan weghalen. Nog even een kleine reactie op de heer Kersten. Ik heb het idee dat hij is natuurlijk net nieuw in de politiek, dus ik denk dat hij die 50 miljoen gemist heeft, maar in die zin... Daar ging het niet over. Oh, oké. Okay. We zijn nog beter op de tijd kunnen stellen. Ik ga toch één vraag stellen die denk ik iedereen in deze zaal ook wil stellen. Jullie hebben voetbalvitaal met elkaar opgesteld en ik hoor hier toch een aantal partijen zeggen, we moeten alles aan doen om verenigingen te behouden, maar soms wordt het ook wel erg moeilijk gemaakt. Moet er niet meer gedaan worden op zo'n vereniging die zoals Golfsport, die een belangrijke rol in de maatschappij inneemt, om die toch te helpen daaroverheen te komen in plaats van te zeggen de handdoek in de ring te gooien? Nou, volgens mij zijn hier twee dingen die voor de VVD belangrijk zijn. Als eerste moet je die verenigingen helpen. Als die verenigingen een schuld hebben bij de gemeente over jaren opgebouwd en niet bereidwillig zijn om die af te betalen of een betalingsregeling te treffen, nee, dan moet je die verenigingen niet helpen. Wat ons betreft staat dat voorop. Je moet gewoon netjes rekening betalen. Dat moet je als gewone burger ook. Maar is dat niet ergens al eens eerder fout gegaan? Hoe zijn enorme schulden kunnen ontstaan? Had daar niet eerder ingegeven? Ja, zeker. Daar lag ook zeker een fout van de gemeente dat we daar niet goed genoeg op geacteerd hebben. En daarom hebben we ook gezegd, de vereniging hoeft bijvoorbeeld betalingsschulden vrij te zijn. Ze moeten een betalingsregeling treffen. Dat is wel echt de basisvoorwaarde. Wat de andere twee criteria voor voetbalbetaal betreft. Daarvan zegt VVD, daar hoef je als voetbalvereniging niet per se aan te voldoen. Als je niet 450 leden hebt minimaal, of geen jeugdteams in elke categorie, dan zijn daar bepaalde consequenties aan verbonden. Maar die consequenties zijn niet dat je vereniging moet ophouden te bestaan. Golfsport heeft er helaas voor gekozen om inderdaad te stoppen met de vereniging. Maar dat is niet omdat het gemeentelijk beleid dat eist. Ze hadden ook door kunnen gaan, maar dan met iets mindere keuze dan een vereniging die wel die twee criteria... Zie jullie nou eens twijfelend hier kijken? Dan gaat het niet alleen om voetbal, maar moeten niet überhaupt gewoon verenigingen die moeite hebben, behouden blijven? Moet de gemeente daar niet bij helpen? Ja, dat ligt er dus erg aan wat voor moeilijkheden ze hebben. Als ze consequent weigeren hun rekening te betalen, hun huur te betalen, nee, dan moeten ze niet geholpen worden volgens de VVD. Ja, ja, jij vond dat ik moeilijk keek. Ja. Ik sluit me aan wat betreft de betalingsachterstand. Maar voetbal vitaal, wil ik nog aan toevoegen, behelst wel iets meer dan alleen de duimschroeven aandraaien. Voetbal vitaal behelst ook verenigingsondersteuning. Vanuit de KNVB, vanuit de gemeente, wordt er met die voetbalverenigingen gekeken. Niet alleen naar accommodaties, maar ook naar vrijwilligersbeleid, noem maar op. Dus, ik deel het beeld niet, of dat lijkt hier een beetje te ontstaan, dat voetbal vitaal alleen maar in het leven is geroepen om voetbalverenigingen de nek om te draaien. Want zo is het wat mij betreft absoluut niet. Volgens mij willen we met z'n allen naar een gezonde situatie in het Leidse voetbal. En ik denk dat voetbal vitaal daar zeker bij kan helpen. Oké, we gaan naar de volgende stelling. Twee zinnen maar. Eén opmerking, ik noem het voetbal fataal. Dat is wel heel fijn. Oké. Daarvoor wil ik dan CDA, jullie zelf gaan en de PvdA. Maar eerst gaan. Nee, en de stelling is, basisschoolleerlingen moeten gratis kunnen sporten. Maarten, wil je beginnen? Ja, sportfonds. Ja, 30 seconden.
Basisschoolleerlingen moeten gratis kunnen sporten. Dat is voor onze VVD helemaal geen moeten. We vinden het natuurlijk belangrijk dat basisschoolleerlingen sporten, maar er zijn heel veel faciliteiten voor in Leiden. En daar mag je best een bijdrage voor vragen. En voor de basisschoolleerlingen, wiens ouders dat echt niet kunnen betalen, zijn er ook allerlei mogelijkheden om daarvoor om dat toch te kunnen betalen. Dus wat ons betreft, moeten gratis sporten? Nee, zeker niet. Wij als CDA zijn ook niet eens met de stelling. Het kan, ja, sorry. Misschien kunnen we wat eerder de zaal uitmaken. Het kan niet zo zijn dat iedereen zomaar gratis kan sporten. We willen natuurlijk de faciliteiten aanbieden. En voor de ouders, voor wie het financieel moeilijk is, hebben we het jeugdsportfonds. Het cultuurfonds, maar goed, dat heeft niet veel met sport te maken. Maar daar kunnen gewoon faciliteiten of sportabonnementen uit betaald worden. Dat moeten we bieden. Maar niet voor iedereen zomaar, ja, gratis geld bestaat niet, sorry. Ik denk dat we zo meteen met de anderen daarbij, met zeker de D66, hier wel een interessante discussie over gaan voeren. Maar ik ga jullie even een andere vraag stellen. Moet schoolzwemmen terugkomen? Kijk, ja, schoolzwemmen moet wel terugkomen. Ja, ook gratis, ja. Nee, schoolzwemmen vind ik, heb zelf vroeger ook altijd school gezwommen. En als je naar de berichten kijkt, bijvoorbeeld van de reddingsbrigade, zie je dat er ontzettend, met name in die zomermaanden, veel mensen niet kunnen zwemmen. Veel bepaalde kinderen ook niet kunnen zwemmen. Dat levert gewoon gevaarlijke situaties op. En ik vind dat het wel een rol is van de overheid dat je dat moet, als je dat kunt voorkomen en op een leuke, speelse manier met het schoolzwemmen, dan zijn wij daarvoor. Maarten, eens? Ik ben bang dat ook hier weinig discussie is. Ook de VVD is niet dat we zeggen van laten we school zetten morgen weer invoeren. Maar we zien ook de veiligheidsaspecten inderdaad. En we vinden het ook belangrijk dat de overheid daar dan een rol in speelt. Dat is ook een van de basisvoorwaarden van de overheid, wat ons betreft. En waarom dan niet morgen weer invoeren als het zo belangrijk is? Nou ja, of het echt schoolruim moet zijn zoals we het vroeger kennen bij spreken, daar durf ik nu niks over te zeggen. Maar dat de overheid daar nog een grote rol heeft die ze kan pakken, daar zijn we gewoon over. Het is een x aantal jaren geleden is het afgeschaft omdat je zag dat het aantal kinderen wat kon zwemmen steeds meer steeg. En omdat de scholen het vooral een behoorlijke tijdsinvestering vonden om maar met de klassen richting dat zwembad te gaan. Alleen wat je wel de laatste jaren ziet is dat het aantal nogmaals kinderen wat niet kan zwemmen, dat toeneemt. En dat is voor ons wel een reden om te zeggen, daar moeten we naar kijken. En in Leiden hebben we het helemaal niet, hè, het schoolzwemmen. Dus misschien kunnen we beginnen met het eerst met de scholen zelf neer te leggen, dat als scholen zelf willen, dat we dat mogelijk maken. Oké, nog 2 minuten, volgende vraag. Moet de gymles weer door de gymdocenten worden gegeven? Ja, ik hoor tuurlijk, maar dat is nu niet zo. Kijk, wij vinden het verantwoordelijkheid van de school zelf om dat op te lossen en niet van de lokale politiek om dat op een of andere manier te bepalen voor de scholen. Dus maar je mag ze wel helemaal ondersteunen als je het een belangrijk punt vindt. We kunnen zeker de scholen ondersteunen ten opzichte waar het gaat om bewegingsonderwijs, maar dat gebeurt ook al. En dat is niet per se het financieren van een gymleraar of iets dergelijks. Dat gebeurt, dat moet je veel breder zien. Dus wat dat betreft, niet eens met jou met veel ondersteuning. Nee, hij is er nog niet. Jullie? Ja, ik heb geleerd dat je ook moet durven zeggen als je het niet weet. In de meest ideale situatie moet dat gegeven worden door gymleraren natuurlijk, maar ik weet niet in hoeverre dat nu niet gebeurt en of de gemeente daarover gaat, ik heb daar eigenlijk geen idee van. In hoeverre vinden jullie dat sporten voor iedereen toegankelijk moet zijn? En als je dat niet kan betalen of er niet aan kan deelnemen of dat het niet bij je cultuur hoort, dat toch toegankelijk moet zijn? Ja, dat vinden wij zeker wel en we vinden daar volgens mij, refereerde de SP daar ook al aan. Je ziet bij verschillende andere gemeentes, en wij in Leiden beginnen er ook al mee, bijvoorbeeld koppelingen te maken naar het sociaal domein. Want we denken natuurlijk vaak aan bijvoorbeeld allochtone kinderen die niet sporten. Maar je hebt ook bijvoorbeeld heel veel ouderen die totaal niet bewegen. Of mensen met een handicap die niet of heel weinig bewegen. Dus je ziet dat bij andere gemeenten een koppeling met het sociaal domein, met bijvoorbeeld de WMO of met de participatiewet, dat zou een hele interessante initiatief zijn, ook met sporten. Ja, de VVD vindt ook dat sport inderdaad het sporten bereikbaar moet zijn voor iedereen, ongeacht de afkomst of de financiële situatie als we het over kinderen hebben.
Maar gelukkig is dat in Leiden nu al heel goed geregeld, dus daar zijn we ook heel tevreden over. Nou, hoor je dus, hoor je dat de schoolzwemmen terug gaan komen? Hoor je dat? Dat moet je nog maar eens aan de andere partij vragen. Ja, dat ligt dan zit ouders die kunnen betalen sport voor een kind dat dat ook geregeld wordt. Nou, positief allemaal, laten we maar eens even luisteren wat andere mensen. Ik wil eerst even, want ja, deze stellingen hebben een beetje gestoken uit het programma van D66. Oh. Ja. Ja. Ja, er zit natuurlijk een gedachte achter, dat snap je. En dat is dat als je een kind 7 of 8 jaar is, dan ga je een soort van eigen mening ontwikkelen van wat vind ik een leuke sport. We willen heel graag dat kinderen meer bewegen. En laten we nou de drempel van verenigingen lager maken om zelf die werking te doen. Maar laten we kinderen gewoon in die leeftijdscategorie, of je nou in die, als je in die groepen zit, de kans geven om een jaar lang op kosten van de gemeente te sporten. En laat de vereniging dan heel hard zijn best doen om dat kind zich thuis te laten voelen op de vereniging en de sport te ontdekken en een goede training te krijgen. En uiteindelijk denken wij dat we daarmee aan de achterkant veel meer bereiken dat we kinderen in beweging hebben dan het alleen te doen in een soort vangnet. Hè. Dus maak de sport gewoon belangrijker voor kinderen op die leeftijd door alle drempels weg te nemen. 2 jaar gratis sport voor deze leerlingen. Ja. Mag ik hier even dan een vraag over stellen? Ja, want dit is nu opeens via een verkiezingsprogramma geïntroduceerd. Ik ben vooral heel erg benieuwd, aangezien Paul Derksen toch ook de wethouder is, dan weet u vast ook hoeveel dit gaat kosten en waar dit van betaald moet gaan worden. Nou ja, kijk, dat is het mooie van deze gesprek. Dat is de enige partij die een verkiezingsprogramma heeft waar gewoon een financiële paragraaf aan moet. Waar zijn de fact-checkers? Extra geld. Ja, het is natuurlijk veel, nou ja, jij weet dat, jij bent van de commissie Financiën en Middelen. Dus kijk achter in het programma, staat gewoon het bedrag, het zijn 1000 kinderen per jaar. Nou, gemiddeld, dat is een mooi convenant sluiten met alle verenigingen, dat we niet de hoofdprijs hoeven betalen, maar bijvoorbeeld alleen de afdracht voor de KNLTB en misschien een stukje overhead. Ja. Nou, op die manier kun je dat organiseren en dan kost het geld staat er al in, ik geloof dat we daar 3 of 4 per jaar structureel voor vrij maken. En waar komt dat geld dan vandaan precies? Nou, dat moet je even je financiële paragraaf hebben. Ja, ik denk dat jij je eigen financiële paragraaf net iets beter kan dan ik. Nou, daar kun je gewoon per jaar zien welke trend komt er in de gemeentefinanciën, wat is vrij beschikbaar, wat moeten we sowieso aan wettelijke taken en hoe willen wij dat geld verdelen. Nou, daar hebben wij dit gewoon in opgenomen. Nou, het is natuurlijk een heel mooi plan, maar ik denk wel dat we met z'n allen moeten oppassen om niet gratis bier uit te delen. Ook niet 2 weken voor de verkiezingen. Volgens mij zijn er 2 manieren waarop basisschoolleerlingen gratis kunnen sporten. Dat is ten eerste via het jeugdsportfonds voor die kinderen die in een gezin wonen waar gewoon die onvoldoende geld is om kinderen op een vereniging te doen. Dat hebben we geregeld, dat hebben we ook heel goed geregeld. Daar wordt heel veel gebruik van gemaakt in Leiden, dus dat gaat uitstekend. Een tweede manier waarop basisschoolleerlingen kunnen sporten gratis is door te investeren in een vitale stad waar buitensport goed mogelijk is. In trapveldjes, in basketbalveldjes, in parken waarin je wordt uitgenodigd om hard te lopen of welke sport te beoefenen die je dan ook wil. Volgens mij zijn dat 2 hele goede manieren om te investeren in gratis sport voor basisschoolleerlingen. 2 goede manieren die al bestaan of waar we al flink mee bezig zijn en geen gratis bier. Is iemand... Ik maak wel een schat, ik denk dat gratis bier, hè, want ja, kijk dat hij toevallig het programma niet gelezen heeft, wil niet zeggen, wij hebben het gewoon geregeld. En er zit nogmaals zit echt een gedachte achter, ontzorg verenigingen nou bij het werven van kinderen op die leeftijd. En natuurlijk, al die dingen die je erbij had, kunnen we ook doen. Maar de kern is, 1, geen gratis bier, 2, sterker nog, het geld is geregeld. En 3, meer kinderen in beweging, want dat lukt nu ook niet met de jeugdsportfonds. Dus in die zin moeten we er gewoon mee beginnen. Carlijn, als eerst. Je zegt hoe dat dan voor dat ene jaar geregeld is, maar dat zegt natuurlijk nog niks over de portemonnee van de gezinnen, van de, wie het kind het jaar later ineens wel contributie moet gaan betalen. Natuurlijk is het gewoon een hele tijdelijke oplossing, waar je ook geen structurele oplossing biedt voor een gezin. Dus in die zin kan ik me helemaal vinden in wat de heer North zegt, stimuleer nu gewoon dat alle kinderen kunnen sporten en als het financiële drempel is, zorg dan voor juist dat hele smalle deel van wie de kinderen het echt niet kunnen betalen. En investeer gewoon in de breedte, in de voorzieningen, goede sportaccommodaties, combinatiefunctionarissen, maar niet 1 jaartje gratis sporten. Gijs. Ja, het doel waar D66 blijkbaar voor doet, dat snap ik wel. Want je wil natuurlijk dat kinderen zoveel mogelijk in aanmerking komen voor sport en dan weet je dat ze zo lang mogelijk en tot zo blijven sporten. Dat is goed. Alleen of dit nou de manier is,
daar zijn wij het niet echt mee eens. Het jeugdsportfonds, ik denk dat op die manier mensen die het niet kunnen betalen voor hun kinderen, dat je op die manier het wel kan doen. 3-4 ton per jaar. Nou, als we dat geld hadden gehad toen we de discussie hadden over 2000 stoeltjes of 3000 stoeltjes, dan hadden we bijna een hal gehad voor 3000 stoeltjes. Dus, nee, daar kiezen jullie niet voor, maar ik weet niet, ik ga even kijken hoe het programma lezen, want waar u dat geld vandaan had. Misschien hebben we dadelijk wel een oplossing voor dat voor 3000 stoeltjes. En dan dank ik D60 ervoor. Is iemand, ik vind iemand dit toch wel een goed idee? Wie gaat er mee? Ik vind het best een goed idee van Bouke, ik wil hem ook eens een compliment geven. Ik denk ook niet dat het. Ja, ik denk ook niet dat het zoveel kost als jij nu vreest. 3-4 ton vind ik wel erg veel voor 1000 kinderen. En inderdaad, wat Carlijn zegt, als het jaar daarna dus in gewone persoonlijke privébudgetten van de gezinnen komen, ja, dat moet kunnen. Als het niet kan, hebben we daar dan sportfonds weer voor. Dus dat lost zichzelf wel op. Ik wil even terugkomen op schoolzwemmen. Schoolzwemmen is een must voor de Partij Schotenstad. Moet echt terugkomen. En wat betreft de gymleraar, ja, die moeten er komen. Maar je moet je nog niet aan denken dat je kind de eerste jaren op school allerlei ingewikkelde sporten leert van een op kunst gerichte docent of wat dan ook. Je moet echt dus gymleraar hebben. En dat is ook weer een goede voorwaarde voor op den duur topsport inleiden. Nog even één kleine opmerking. We hebben nu aan 3 partijen over het schoolzwemrapport die allemaal het een goed idee vinden dat het terugkomt. Wie vindt het een goed idee dat het schoolzwemrapport in Leiden? Ja, je was net ook al niet meteen, maar alleen D66 niet. Geen schoolzwemmen. Waarom geen schoolzwemmen? Nou kijk, wij zijn er nou voor. Ik ben niet D66. Nee, maar als mij toestaat, wij zijn voor het schoolzwemmen. Maar de vraag is wel, waarom gaan kinderen niet meer in school zwemmen? En uit onderzoek blijkt dat het nog niet zo is dat het om financiën hangt, maar dat het heel moeilijk voor ouders is en voor scholen is om het logistiek te regelen. Daarom hebben wij ook een tijdje terug, dat heeft Martijn Hopter namens ons gedaan, een motie ingediend om het college de opdracht te geven om uit te zoeken hoe ze een eind doen. Maar aan eind toe is het dus niet dat iedereen gaat van school zwemmen, maar dan hebben ze geregeld dat de kinderen er naartoe kunnen, na school. En dat werkt heel goed. En we wilden kijken, en helaas hebben we de uitslag dan niet van dat onderzoek, of we dat ook naar Leiden kunnen halen. En zo kun je denk ik wel 2 vliegen in 1 klap slaan. Laatste reactie van D66. Nu aan D66. Ja, dankjewel. Nee, dat is inderdaad zo. We zijn, het is inderdaad door Martijn voorgesteld. En daar wordt ook aan gewerkt. Dus in die zin, en daar gaat het juist ook voor een groep die inderdaad nu niet zwemt. En dan probeer je dat op te lossen. Ja, ik vind, moeten we nou als gemeente daarvoor aan de lat staan? We hebben die regeling die wij voorstellen. Volgens mij hebben we nu een zwemsysteem wat hartstikke goed werkt. Waar we de knelpunten hebben, daar hebben we nu een motie voor bij Partij van de Arbeid. Op die manier lossen we het op. Je kan beter als gemeente aan de lat staan dat iedereen kan zwemmen dan gratis sportabonnementen weggeven, zeg ik dan wel even. Oké, we gaan deze stelling afsluiten. Wat een wijze. En de zaal ook een vraag. We gaan door met de vraag uit de zaal. Ik wil eigenlijk een aantal mensen die vragen hebben ingestuurd even de kans geven om die als eerste te stellen. We beginnen ook met het tanksportcentrum. Waarom je dat daar een paar vragen over gesteld? Ja, klopt. Ik kom met de microfoon. Maar ik geef hem niet uit handen. Ja. Ik zal mij heel kort voorstellen. Mijn naam is Ron van Kepel. Ik ben voorzitter van LSG, het Leids Schaakgenootschap. We hebben het hier vanavond vooral over wegen. Dat is ook heel logisch van de sport. Ik word heel chagrijnig als ik 3 dagen niet hard gelopen heb. Maar schaken en denksport is ook sport. LSG is vorige week of een aantal weken geleden nog uitgeroepen tot de sportploeg van het jaar. Dus dat is niet onopgemerkt gebleven hier. Voor denksport is het ook belangrijk dat we een locatie hebben. En wat misschien niet iedereen weet, ik hoop de politici inmiddels wel, is dat we over 1,5 jaar geen denksportcentrum meer hebben. In Leiden zijn, ik denk, tussen de 15 en 20 denksportverenigingen. Daarvan spelen er 9 in het denksportcentrum aan de Wijnstraat. En straks hebben we geen gebouw. En het gaat niet alleen over topsport. Dat gaat ook over grote verenigingen, breedte, jeugd, ouderen. En ik wil de gemeente vragen en alle politieke partijen om ons te helpen naar een nieuw centrum. Dat betekent niet een centrum betalen, maar we hebben jullie wel nodig. Het kan niet zo zijn dat dit alleen uit contributie van leden wordt betaald.
Dus de vraag, wie gaat een niet-exportcentrum regelen, eigenlijk? Thijs, jij dus. Ja, de naam is net al gevallen. Martijn Holter heeft hier ook een motie over. Waarom staat Martijn Holter? Hij is nogal... Nee, hij is toch een naam volgens mij. Kom dan gewoon hier staan. Nee, en Martijn heeft denk ik een week of drie geleden een motie ingediend om het college te verzoeken om de denksportclubs te helpen in de zoektocht naar een gebouw. Dat heeft of een toezegging is het geworden. En dat heeft gelukkig het college omarmd. En ik ben ervan overtuigd dat die zoektocht, want we hebben gelukkig nog anderhalf jaar, goed gaat aflopen. En ik weet ook al dat achter de schermen met een aantal, vanaf met één club wordt gesproken op een eventuele locatie. Dus het ziet er goed uit. Wil je daar nog wat op zeggen? Ja. Nou, ik zou graag de reactie van de VVD willen horen. Nog niet over denksport gesproken heeft, maar wel op een aantal punten heeft gezegd dat ze wel willen faciliteren, maar dat ze veel verantwoordelijkheid leggen bij de gemeente, bij de sporters. Ja, nou ja, ik zal beginnen met zeggen dat denksport, wat ons betreft, denksportverenigingen op één lijn staan met verenigingen waar we het hier vanavond al heel veel over hebben gehad, namelijk de vereniging die meer de bewegende sport, zeg maar, sporten waar je ook namelijk denkt, maar waarbij er meer bewogen wordt dan. Dan bij bijvoorbeeld schaken. En ik denk dat je ook moet onderschatten, iets waar je heel veel over hoort in het kader van bewegen, dat mensen vitaal houdt. Ook deksporten houden mensen vitaal, weliswaar niet qua lichaam, maar natuurlijk qua geest. Dat is heel belangrijk ook en dat herkent de VVD ook. Wat ons betreft zijn die deksportverenigingen gelijk aan alle andere sportverenigingen in de stad. En is het ook aan de gemeente om samen met jullie eruit te komen wat betreft een nieuwe locatie voor die vereniging. En daar moet zeker naar gekeken worden door de gemeente en daar moeten we zeker samen met jullie uitkomen. Is iemand het er niet mee eens dat de gemeente deze sport moet helpen om een nieuw deksportcentrum te vinden? Nou, maar er zijn wel, daar ben ik het ook mee eens. Nou, is dan honden, is er een... Maar er zijn natuurlijk meer verenigingen in Leiden die op zoek zijn naar een eigen accommodatie. Hè? Dus dat is denksport, maar ik weet ook de gymsport. En nou, zo zijn er vast nog wel. Dus misschien is het een idee om dat gewoon eens echt te inventariseren. En dan niet ad hoc elke keer wanneer de vraag oppopt dat aan te pakken, maar dat gewoon wat breder. En dat staat overigens ook in de sportnota. Om verenigingen die op zoek zijn naar eigen locaties of die willen verzelfstandigen, noem je dat dan, om dat dan echt te ondersteunen. Een hele kleine toevoeging, ik ben het hier ook mee eens. Waar ik direct aan moet denken is dat er nu een collectief aan kleinere studenten- en studieverenigingen is. Waar ook een aantal spelletjesverenigingen bij aangesloten zijn die ook op zoek zijn naar een gezamenlijk pand en een gezamenlijke locatie. En daar zijn ze nu mee bezig, dat is nog niet definitief. Maar wellicht dat je ook met hun zou kunnen samenwerken en dat daar ook mooie verbanden te maken zijn. Ik ben het er helemaal mee eens. Ik vind wel dat de LSG heeft zoveel denkkracht. Die zou ook zelf wat kunnen bedenken om de gemeente te adviseren. Maar de gemeente moet dat zeker faciliteren. Ik zou de grens willen leggen bij de LHV. De Leidse Halma Vereniging. Daar moeten we niet misschien met de accommodatie van Halma. Oh nee, dat zal ik nog eens leren. Ja. Oké, okay, ik denk Jim van Dijk is hier ook aanwezig. Wil jij niet wel fijn vinden, doordat de gemeente op zoek gaat naar een nieuwe accommodatie? Nou zeker, ik denk dat... Nou zeker, we ondersteunen, we zijn er ook erg bij. We zijn nu van de ene locatie die op de nominatie stond om weg te gaan, de Zaanslaan, nu tijdelijk terechtgekomen in de Krim-Kobal. Daar zijn we blij mee, maar we kijken wel graag vooruit naar wat het zou moeten worden. En ik zou het juist ook een uitdaging vinden om met de Denksport en andere verenigingen samen te werken, voor het de krachten gebundeld kunnen worden. Ik zie Rajijs heel erg. Ja, ik wil hier nog wel even over zeggen, want de discussie die ook in de gemeente speelt is, wat is de toekomst van de 3 oktoberhal? En er wordt heel gemakkelijk groepen die kan gesloopt worden. Nou, dat hier het einde van de tijd is, ik denk dat iedereen dat wel erkent. Maar we moeten niet slopen zonder dat we zeker weten dat we buiten, als die weg is, nog voldoende ruimte hebben voor de zaalsport. En wij betwijfelen dat nu. En wij zijn bang dat we nu straks te snel besluiten om de 3 oktoberhal te slopen. En dat we daarna echt een tekort hebben in de zaalsportruimte. En dan zijn we weer terug bij af, zoals we ook bij heel veel andere sporten vroeger waren. Dus we moeten echt oppassen voordat we zomaar die 3 oktoberhal slopen. Wie wil zo de 3 oktoberhal zeggen?
Ja, dan zouden we eens een keer snel een besluit in de sport nemen, vreselijk inderdaad. Nee, de VVD vindt juist dat het eens een keer afgelopen moet zijn met op alles drie keer terugkomen. En steeds weer opnieuw nadenken en nog een onderzoek, et cetera, over beslissingen die we al genomen hebben. We moeten nu vooruit met de sport. Wij zijn heel goed bezig. Het vorige college heeft fantastisch werk geleverd. 50 miljoen te investeren in prachtige faciliteiten. En we moeten niet weer vervallen in het oude gedrag van 100.000 onderzoeken en alles 15 jaar uitstellen voordat uiteindelijk is wat gebeurt. Eerst wel eerst. Ja, ik zou graag een vraag willen stellen aan de collega's. Want we hebben nu de binnensport georganiseerd. Die accommodatie wordt geactualiseerd. Maar welk van uw partijen gaat nu ook straks geld in buitensporten? Want dan kunnen we al praten over het Prinitoria. Maar als we een sportpark in Mors willen herontwikkelen, dan moeten er wel euro's op tafel komen. Nou, wij hebben hem ook weer die financiële paragraaf geregeld. Maar hoe zit dat bij de andere partijen? Daar ben ik echt heel nieuwsgierig naar. Gaat er meer geld naar buitensporten in de programma's van de heren en dames? Ja, meneer gaat nou even het debat hier kamen. Ja. De 3 oktober al, ja. Want wij hebben daar, laat ik zeggen dat we beginnen met die 3-4 ton van D66 voor het gratis sporten. Dat lijkt me goed. Wij als CDA, we hebben ook een motie ingediend tot behoud van die 3 oktober al. En dit raakt een punt over de zelfstandiging. Ik ben het ook niet eens met collega Dirks van de VVD dat dit weer vertraging op zou leveren. Bij een inspraakreactie heeft Gymsport Leiden aangegeven dat zij aan de lat willen staan voor bijvoorbeeld kijken, dus niet gezegd dat het al gebeurt, om te kijken of die hal te redden is, om te verduurzamen, om op te knappen. Dat zou dan voor kosten komen, grotendeels van Gymsport Leiden. Die mogelijkheid, die optie, die geeft de politici niet eens. We zeggen gewoon al in 2020 of 2021, wanneer die buitensportaccommodatienota in werking treedt, gaat dat ding plat. Ja, en dat vind ik een vooringenomenheid, die is niet slim. Zeker niet als we eerst opschrijven in de sportnota dat we zelfstandigen belangrijk vinden. Nou is er een grote vereniging met 1500 leden, vitaal, gezond, die dat op zich wil nemen. En dan gaan wij dat verbieden. Of dat gaan wij niet toestaan. Ja, ik kan daar met mijn hoofd niet bij. Ik wil graag reageren. En wel het dak op knappen. Ja, als we willen dat de gebruikers daar gewoon veilig kunnen blijven sporten, dan moet je het dak opknappen. Ja, dat is de taak van de overheid volgens mij. Dus dat lijkt me zo gek. Maar nog even terug naar, we hebben afgesproken met elkaar, we gaan de buitensportparken gaan we opknappen. En daar zijn we het over eens. Hebben jullie met z'n allen ook contourenplan buitensportaccommodaties voor aangenomen van onze hele raad? Gaan we mee aan de slag. We weten dat er nog geen euro voor beschikbaar is. Dus de vraag die ik hier van op tafel leg is, van wie gaat hier de euro's voor? En we schieten nu in een discussie over de herontwikkeling van de Mors. Nou, daar gaan we een herontwikkelplan voor maken. Met de verenigingen die daar zitten, met Gymsport, gaan we gewoon kijken wat voor plan komt eruit. En dan ga je daarna kijken, hoe ga je dat vervolgens inrichten. En een oude hal van 30 jaar oud, moeten we nou een keer vanaf. Ja. Ik zal even kort antwoord geven op de vraag van D66. Wat wij in ieder geval niet gaan doen, is die sportparken bebouwen met woningen. Zoals u zegt in de eerste ronde, echt de deur openlaat. En het antwoord op de vraag is inderdaad dat wij bereid zijn om extra geld in sport te stoppen. Dus ook in buitensport. Kijk, en waarom ik net zo op de 3 oktober al wees, is dat wij op dit moment als gemeente, en die motie ligt er nog steeds om het uitzoeken, nog steeds niet weten hoeveel ruimte, zaalruimte, de sportverenigingen nodig hebben. En daarom is het heel vreemd om wel al nu het besluit te nemen dat die over een aantal jaren gesloopt wordt. Het enige wat wij vragen is een zorgvuldig besluit, meer niet. Ja, wat zijn dan de ideeën voor de verenigingen die daar willen groeien? Want die staat u dan in de weg, hè? Die op Dokkels, straks Rijnland en Leiden gaan samen. Is daar een behoefte aan buitensportvelden? Hoe gaat u dat dan oplossen? Nou ja, ik kan me voorstellen dat als een indoor sportcentrum zeg maar, naar het sportveld gaat, dat op de plek waar nu het indoor sportveld waar nu de ZZ speelt, tot daar aan het sportveld terugkomt. En niet volbouwt. Op zo'n manier. Dus dat daar niet het sportareaal verloren gaat? Dus dat er geen sportareaal verloren gaat voor weer woninkbouw op de laatste stukken sportgroene lijn. Nou, dat is een andere keuze naar het mag. Celia. Nou ja, eens. Er zijn genoeg creatieve oplossingen. Wij hebben een voorstel gedaan om te kijken of er nog een extra hockeyveld op de huidige plek van Roomberg kan blijven. Dat zal betekenen dat er ontzettend veel ruimte vrijvalt op de Vliet. En zo kun je
volgens mij prima kijken, creatiever omgaan met de ruimte die er is, met de indeling waar die verenigingen eventueel terecht kunnen. En ook als Docos of die ook wil groeien, dan kun je daar dus ook naar kijken. Maar ik ben wel benieuwd wat de heer Derksen aangeeft op het punt dat bijvoorbeeld Gymsport Leiden zelf aan de lat wil staan. Want u drukt namelijk erg op de financiën. Nou, over die 3 oktober al heeft de Gymsport zelf aangegeven dat onderzoek te willen doen en eventueel naar de uitkomsten dat zelf te willen betalen. Ja, wij zijn in gesprek met Gymsport Leiden om te kijken van waar kunnen zij de verenigingsruimte zeg maar benutten waar ze behoefte aan hebben. Ja, zeg maar, en dat moet nu, hè, omdat nadat die motie is aangenomen, dat het college heeft gezegd, wat er ook gebeurt, we kunnen praten, we gaan praten, belangrijk eigen ruimte. Nou, zeg maar die hal die gaat plat. Het is, voor mij, het is een toezicht van mijn eigen partij, dat we met de heer Haasbroek en consorten gaan praten over een oplossing. En dat kan aan de Boshuizenlaan straks zijn misschien, in het nieuwe sportcentrum, misschien op een andere plek. We hebben nog wat andere interessant. We gaan naar de Oppenheimstraat nog een dubbele zaal bouwen. Dus daar zijn gewoon oplossingen voor. En nogmaals, laten we dan niet vasthouden aan een zwaar verouderde hal waar geen duurzaamheidseis meer aan toekomt. Dus een oplossing voor Gymsport Leiden, maar ook een oplossing voor de buitensporten, zijn de Docos, Diehok, Rijnland, VV Leiden, zodat zij de ruimte hebben om ook vitale verenigingen te kunnen zijn. En dan hebben we NN. We gaan naar de volgende vraag. Zijn ook Heide en Boer Paul van de Ploeg aanwezig? Ja. Een vraag over het zwembad. Ja. Ik hoorde van alle partijen dat er de verenigingen en de ongebonden sporters een speerpunt is in het programma. En ook daaraan verbonden het nieuwe accommodatie in het zwembad en de ijsbaan bij zwembad De Vliet. De ijsbaan wil graag 333 meter. Wij als zwemvereniging, ik ben voorzitter van de zwemvereniging Link. En wij bestaan ongeveer 1,5 jaar nu in Leiden. En de meesten zien ons als een nieuwe vernieuwing. Alleen we hebben heel vaak tegenwerking, ook vanuit de gemeente, ondervonden om dingen te veranderen. Of anders na te denken. Het feit is dat er een 333 baan is, dan zal de regio daar heel blij zijn. Er kan wat meer warmte naar het zwembad, voor een 50 meter bad, om je dan veel makkelijker mensen die ongebonden sporters zijn, maar ook verenigingen, de gelegenheid te geven en schoolzwemmen te gaan stimuleren om daar te gaan sporten. Dus mijn vraag is, er ligt nu een besluit om daar een accommodatie neer te leggen. En gaan we dat in de komende 4 jaar garanderen dat het komt? Dus zeg maar een Olympische cyclus en zorgen dat daar de eerste paal en uiteindelijk een 50 meter zwembad komt en 333 meter baan. Met de regio vereniging of regio gemeentes in zijn omgeving. Dat is de stelling. Dus ik wil vooral vragen hoe kan je de regio erbij betrekken om de accommodaties terug te krijgen? De vraag is, als we kijken naar zwembad Katwijk, wij hebben ook gaat 50 meter is dicht gegaan. Daar is 50.000 euro weggegooid. Omdat er verenigingen zijn die uit de omgeving altijd daar getraind hebben. Vanuit het buitenland komen ze daar trainen. Dus hoe krijg je een 50 meter bad? Hoe krijg je 50 meter, maar in combinatie met de 333 meter baan vanwege de nul energie. Ja, energie. Prima. Ja, je wilt dat reageren. Er wordt in de regio inderdaad, ben ik met veel geld in het water gegooid. Het is wel zo, dat is weer een punt wat wij net benadrukten, dat die fusie van de 4 regiogemeenten superbelangrijk is om dit definitief tot stand te krijgen. Maar ik zou graag aan Paul Dirks willen vragen, hoe garandeert hij dat dit tot stand komt in het pijn? Even nog geheugen opvissen, we hebben 50 miljoen gereserveerd, dus dat betekent er is geld. Dus we kunnen gewoon die 3 accommodaties gaan bouwen. En voor het bad hebben we met de zwemvereniging besloten om daar een wedstrijdbad internationaal voor het waterpolo van te maken. En als er in de aanbesteding, als die voordelig uitvalt, dan is het de derde of de vierde keuze van de betrokken klankbordgroep dat een 50 meter mag worden. En op die manier hebben we hem ingestoken. En als je nu aan de voorkant dat al wil regelen, ja, dan moeten er weer een paar miljoen bij. Geldt ook voor de 333, moet ook weer een paar miljoen. Dus ja, het kan natuurlijk altijd meer en beter. Maar op dit moment hebben we 50 miljoen gereserveerd in de begroting, in de meerjarenbegroting van de gemeente Leiden, om die 3 accommodaties te gaan realiseren. Mag ik daar even op reageren? Want jullie praten nu over een internationaal polobad.
En binnenkort komt er een wereldcongres over het zwemmen of het polo op wereldniveau en olympische niveau. En het is hetzelfde verhaal als met rugby, 7 tegen 7, rugby 7 of basketbal, 3 tegen 3. Het mag attractiever worden. Dus de waterpolo zijn ze bezig om na te denken of de afmeting van een zwembad, waar ze dan in spelen, op een andere manier zouden. Dus we gaan nu een bad 35-25 maken, dat misschien over 5 jaar of misschien 6 jaar niet meer van toepassing is voor een internationaal polobad. Hoe gaat de gemeente daarmee om dan? Dat is mijn vraag. En wanneer wordt die beslist? Ja, als we dan de trend verder de vergelijking met bijvoorbeeld rugby of basketbal, dan zou ik ervan uitgaan dat dus het waterpolo ook met kleinere teams wordt gespeeld. Dus dan lijkt me dat een 35 meter bad in ieder geval groot genoeg daarvoor is. Dus dat zou dan hopelijk niet het probleem zijn. Om die vraag te beantwoorden, want hoe gaan we dat nou realiseren, dat zwembad er echt komt en die ijsbaan ook. Allereerst, GroenLinks is super blij dat die 50 miljoen euro er nu is voor die accommodaties. En dat we ook echt als raad die besluiten op deze periode hebben genomen. Dat mocht ook zeker wel een keer. CDA wil dat nog een beetje uitstellen. Maar dat mocht ook zeker wel een keer. Maar over of ze er ook echt komen. Nou, dat volgens mij streeft. Ik weet zeker dat GroenLinks ernaar streeft. Alle andere partijen streven er volgens mij ook naar. Maar ik zou wel vanuit GroenLinks willen zeggen: geef nou even die regiogemeente de kans en de ruimte om een bijdrage te leveren. En ik vind niet dat we nu moeten zeggen, als zij dat niet doen, dan leggen wij het wel bij. Want dan geven we hun ook geen eerlijke kans en dan doen we het project ook voor niks. Dus laten we nou die regiogemeenten de komende maanden echt hun bijdrage leveren. Er zijn ook gemeenten die dat al doen. Laten we dat nou even afwachten. Ik zou het te makkelijk vinden om te zeggen van, als zij die doen, dan lappen wij sowieso dat geld bij. Want dan is elke prikkel weg voor hun om daarin deel te nemen. Iemand met een andere mening daarover, je moet niet alles nog een keer herhalen. Als je het zegt. Mag ik daar nog even op reageren? Rianne, hier nog even een reactie. Mag ik daar nog even op reageren? Kijk, als je naar een kleiner veld gaat van de polo, dat betekent wel dat 25, 35 meter misschien een goede afmeting is. Maar als je naar een 50 meter bad gaat, heb je voor het wedstrijdzwemmen twee dingen. Ja. Heb je Olympisch. En je kan twee keer een veld neerleggen voor het waterpolo. En dat kan niet in één bad van 25, 35. Dus je gaat iets investeren wat misschien over 6 jaar niet meer van toepassing is. Dus dan lig je hier met een bad wat 30 jaar. En wij zwemmen in het 5 mei bad. Dat is ook al overjarig. Wat in net als 5 mei al over 30 jaar daar is. En waar wij in water van 30,8 graden moeten zwemmen. Dus we gaan iets uitgeven. Gaan nadenken over energie neutraal het zwembad en de ijsbaan kan zijn en gaat dan kijken naar een goed 50 meter en een 333 meter baan. Dat is gewoon maar eigenlijk weer een beetje wat we eigenlijk niet meer over willen hebben, net niet, hè? Dat is eigenlijk wat we net hier weer horen. Ja, want dat is een van de dingen die de VVD ook al eerder heeft gezegd. We hebben zojuist als gemeente besloten om 50 miljoen euro in deze prachtige accommodaties te steken. En een van de dingen die ik als VVD graag niet zou willen zien, is dat we met z'n allen enorm gaan balen dat het allemaal net niet iets mooier is geweest. We hebben een goed proces doorlopen, we hebben met alle betrokkenen gesproken. En nee, het beantwoordt niet aan alle eisen van iedereen. Maar we denken dat we hier op een goede manier de burgers van Leiden voor de komende decennia voorzien van mooie accommodaties waar zowel topsport als breedtesport gefaciliteerd kan worden. En daar hoeven we zeker niet van te balen. Het worden echt hele mooie faciliteiten waar nee, niet alles terecht kan worden. Maar je kan niet iedereen evenredige mate bedienen. Want het geld is nou eenmaal eindig. En we hebben hier heel veel geld uitgetrokken. Hele mooie accommodaties. Daar moeten we allemaal heel blij mee zijn. Ik heb hier een Bernijn Peterson van tot verleiding. Ja, want we mogen niet meer over net niet, hè, van jullie. Politici. We mogen niet meer over hebben over net niet accommodaties. Ik wil wel zeggen dat we 60 jaar gewacht hebben op nieuwe accommodaties. Dat is nog geen miljoen per jaar. Ik ben benieuwd of jullie voor kunst, cultuur net zo weinig uitgeven per jaar als voor het sport. Ik begrijp dat er nu redelijk veel geld wordt uitgegeven, maar het is echt wel jarenlang wachten op goede accommodaties. Ik ben heel nieuwsgierig waarom toch niet net die laatste paar miljoen wordt gevonden om van, wat mij betreft, net niet 2000, 3000, 2500, 3,33
25, 50, die paar miljoen toch niet te zoeken om echt die sport datgene te geven waar ze al 60 jaar op wachten. Nou ja, daar is de VVD heel duidelijk in. Wij maken keuzes. Het geld van de gemeente is beperkt en wij houden niet 60 jaar lang een boekje bij van hoeveel er uitgegeven aan beleidsdoel A en beleidsdoel B. Het geld van de gemeente is beperkt, we leven in het nu, we leven met de budgetten van nu. We hebben nu gekozen om dit bedrag uit te geven aan drie prachtige sportaccommodaties. En wat de ijsbaan betreft zijn we ook heel concreet. De 333 meter baan die is vooral voor de verenigingen die het lange baan schaatsen beoefenen. Dat zijn vooral de verenigingen uit de regio. En de VVD zegt, de Leidse belastingbetaler gaat niet opdraaien voor de hobby van de regio. Daar mogen de regiogemeenten zelf aan bijdragen. En zij moeten er ook voor zorgen dat de 333 meter baan er komt. En anders komt die er niet, wat ons betreft. Zijn er partijen met een andere mening? Nou ja, dan wel te bedenken dat de VVD nog geen jaar geleden de hele ijsbaan wil afschieten. Hè? Dus dat is ook, dat moeten we ons ook wel in het achterhoofd houden. Want dat was toen ook keuzes maken. Toen ging de hele ijsbaan eruit. Ik vind wel dat... Het budget is beperkt, dat is nou eenmaal zo. 50 miljoen is ontzettend veel geld. Maar ik wil wel, als je ziet bijvoorbeeld de ijsverenigingen, wat die op dit moment klaarspelen aan acties en aan initiatieven die ze nemen. Initiatieven ook bij de buurgemeente, bij de colleges daar, om toch maar dat geld bij elkaar te krijgen om die uitbreiding naar de 333, nou dan voor 1 oktober voor elkaar te krijgen. Dat vind ik echt een schoolvoorbeeld van participatie en van hoe verenigingen daarbij betrokken zouden moeten zijn en het initiatief wat ze ook nemen. Dus dat vind ik een voorbeeld. En dat vind ik ook jammer dat we bijvoorbeeld dat niet hebben gedaan bij de topsporthal. Maar de vraag is, waarom niet na al die jaren nog net een paar minuutjes erbij, hoewel die grote... Ja, die zijn er niet. Die zijn er niet. Er zijn ook tekort. Er zijn ook, ja, dat is keuze. Er zijn ook tekort op de jeugdzorg. Er zijn, het budget is eindig. Ja. Dus het is een keuze. Ja, dus, ja, zeker. Nou ja, dat wilde ik inderdaad ook zeggen. Die miljoenen die zijn er gewoon echt niet. Hè? Net werd even de vergelijking gemaakt met de cultuur. Laten we niet beginnen over hoeveel er is bezuinigd op cultuur de afgelopen jaren. En inderdaad, er wordt ook in de Laakhoven geïnvesteerd. Maar er is ook gewoon jaren achtereen heel veel bezuinigd op cultuur. Hoeveel geld is er in de Laakhoven geïnvesteerd? We hebben heel veel. Dat weet ik zo niet meer uit mijn hoofd. Ik heb wel debat gevoerd naar de binnen. Ik wou zeggen 18, maar 17 dus. Dankjewel, Gijs. Daar wordt inderdaad nu in geïnvesteerd, maar luister, dat is ook wel het museum van de stad zelf. Hè? Dus, en voor de rest is er heel veel bezuinigd op cultuur de afgelopen jaren. En er zijn gewoon grote tekorten inderdaad in de jeugdhulp. Dat is een uitdaging waar we allemaal voor staan. Die tekorten die zijn al jaren achtereen en ook de komende jaren gaan die toenemen. Er zijn tekorten in de WMO. En sowieso is de financiële prognose voor de gemeente Leiden op dit moment niet zo rooskleurig. Ook omdat er door het Rijk belastinginkomsten weg gaan vallen. Dus er zijn uitdagingen en het geld ligt echt niet voor het oprapen. We moeten ook gewoon blij zijn. Ja. Ik moet even een harde kreet slaan, want het is echt een totaal verkeerde discussie. We jagen echt spoken uit het verleden na. We moeten echt ophouden nu met dit verhaal, want het is allemaal net niet. Want we hebben met alle zwemsporten in de stad opgehaald. Wat voor soort zwembad is voor jullie toekomstbestendig? Daar ligt nu een plan, daar ligt financiering, een uitvoeringsbesluit en dat wordt gewoon gerealiseerd. Voor het schaatsen kennen we het verhaal. Hè? 250 meter, 60% meer ijs dan de Wonderlaan. En liefst natuurlijk 333 in een moderne accommodatie gecombineerd met het zwembad, duurzaam, energiezuinig. Een sportcentrum straks met 2000 stoeltjes, een arena daarnaast, een hal waar het Leonardo College waar we hier nu staan, vanuit een nieuwe accommodatie. Met 3 zaaldelen de hele dag van gebruik kunnen maken. En hebben we straks een oplossing voor al die doelgroepen. We brengen onderwijs en sport bij elkaar. En dan gaan we het hier, in dit zaaltje, hebben over net niet. Nou, daar kan ik echt niet bij. Ik wil over dat net niet wel even wat zeggen. Ik ben het helemaal met die meneer eens. Als je nou zover bent, na 60 jaar, en je geeft 50 miljoen uit, nadat je 80 miljoen hebt uitgegeven voor 2 wanstaltige parkeergarages. Maar oké, die zijn voor een deel nodig. Maar niet 80 miljoen. Kan je dan niet dat kleine duwtje extra geven, die paar miljoen, in plaats van nou weer 3 etages op de Haarlemmermeer parkeergarage, uit de Haarlemmerstraat parkeergarage, te gooien voor een paar miljoen. Gooi dat nou even op die stoeltjes en op de verlenging van die baan en die 50 meter zwembaan van die meneer. Maar kan je blijven dat jij geen nieuwe binnenstad wilt, want geen extra parkeergarages, maar dus wel meer aan sport? Waar komt jij wel vandaan? Ik zeg, nee, als je 80 miljoen uitgeeft, moet je niet zo gaan miepen over die 50 miljoen.
En dan doe je die paar miljoen erbij die je nog nodig hebt voor het net niet van. Maar waar komt het vandaan? Ik hoor nu dat die parkeerplaatsen zo uitgekeerd. Waar moet ergens extra geld naar komen? Waar gaan we dus naartoe? Dit is gewoon heel populair en leuk voor de ontspanning in deze zaal. Maar het is ook volksvlakkerij. Maarten, je hebt vanavond echt aan 3 of 4 projecten al miljoenen euro's uitgegeven en geen 1 keer gezegd waar je dat van gaat betalen. Olympische Spelen. Oh ja, behalve door de Olympische Spelen naar Leiden te halen. Ja, het is niet waar. Ik heb duidelijk gezegd, we moeten niet doen alsof dat geld voor die paar extra miljoenen uit Leiden alleen moet komen. Ik heb duidelijk gezegd, het moet ook uit de randgemeente komen. Maar waar Maarten de randgemeente ook willen verseren op dat moment dan? Hè? Kunnen wij dus niet doen van Leiden? Okay. Ja, dat is zo. Ja, stel voor dat we gewoon weer een serieuze vraag uit de zaal. Sorry Maarten, maar dit staat echt. Ik wil de zaal. Ik wil even een andere vraag horen dan wat we waar we nu over hebben gehad. Zijn er mensen met een hele andere vraag? Wacht. Wil je er toch nog even op reageren, want ik vind het wel heel belangrijk. Ik zou het heel prettig vinden als de politiek, maar zeker ook de gemeente, beseft dat het investeren in accommodatie nu wat meer een enorme spin-off kan hebben naar de stad. Want als we goede accommodaties hebben, maar ook goede verenigingen, kunnen we daar de stad aantrekkelijk mee maken. En als de stad aantrekkelijker wordt, komen er meer mensen naar de stad. Uiteindelijk hoeft er minder geld naar de stad toe. Ik denk dat de kosten gaan worden baat daar. Misschien dat dat een gedachtegoed is wat u mee kunt nemen. Dat ben ik helemaal niet eens. En daarom ben ik ook enorm blij dat we 50 miljoen hele mooie accommodaties gaan steken, waar heel veel van die spin-offs inderdaad vanaf gaan komen. Nee, daar kan je onvoldoende spin-off mee krijgen. Het is namelijk internationaal wel zo dat je bepaalde sporten niet in de hal kan krijgen met 2000 stoelen, want er wordt internationaal geëist dat er 2500 stoelen moeten zijn. Je kan internationaal geen schaatswedstrijden halen op een 250 meter baan, maar wel op een 333, waarbij de inhoud van de hal ook nog beter is voor ijshockey en shorttrack. Dus het is wel net niet, helaas. Als je meer, net even iets meer investeert, wordt de spin-off veel groter, zoals in de T-Rex. Dat heeft een enorme spin-off voor de stad, daar krijgen we heel veel geld uit. Daardoor hoeft de gemeente minder geld uit te geven in de toekomst. Nogmaals, kosten gaan voor de baat uit. Neem dat mee. De T-Rex. Ik voel de behoefte hier op dat moment wat zeggen. De T-Rex die kostte 300.000 euro voor de gemeente. Dat is echt wat anders dan 50 miljoen. En ik denk inderdaad. Maar het geheel kost ook heel veel geld. Dus het is ook door heel veel particuliere initiatieven. Dat is allemaal zorgen dat er spin-off komt voor de stad. Helemaal eens. Maar de investering van de gemeente is 300.000 euro geweest. Dat is echt een ander bedrag dan die 50 miljoen die nu naar 3 goede voorzieningen gaat. En ik denk inderdaad dat we moeten oppassen met z'n allen dat we onszelf, ja, niet een soort van self-fulfilling prophecy aanpraten. Dat we allemaal denken dat het allemaal niet goed is. Dan ben ik het echt eens met de VVD en met D66 en volgens mij met iedereen die hier staat en die serieus is. Dus sorry Maarten, dan ben ik het echt serieus. Nee, ik heb het over Maarten. Wat ik wil zeggen is, we hebben ontzettend veel geld stoppen daar niet in. En we moeten er echt trots op zijn en met z'n allen moeten we daar trotsheid ook uit gaan stralen. Want op deze manier met elkaar blijven praten over de sport, dat is echt zo zonde. We hebben zoveel stappen gemaakt de afgelopen jaren. En het is echt ontzettend zonde om op deze manier te blijven praten met elkaar. Ik vind dat een hele kwalijke manier van discussiëren. Als ik een zeer afwijkende mening heb en ik zeg niet dat het 50 miljoen plan niet goed is, ik vind het een fantastisch plan. Ik ben het alleen met die meneer daar eens, dat je, en die meneer daar, dat je dus een paar miljoen extra nodig hebt om net over dat randje te komen waarmee het volwaardig wordt. Dat je wel die 2500 of 3000 stoeltjes kan maken. Dat betekent toch niet dat ik niet serieus ben, ik heb een afwijkende mening. Dat mag toch niet? Nee, maar we moeten ook wel het eerlijke verhaal vertellen en als je alle 3 de accommodaties naar deze wensen zou willen upgraden, gaat het niet over een paar miljoen. Dan gaat het over minimaal 12 tot 15 miljoen. En ik vind, je moet mensen, we hebben dat in de sportcamp ook op dat stoeltje gezeten waar jullie zitten. En dan was ik ook gefrustreerd, want er was weer heel veel beloofd door de politici, maar er kwam uiteindelijk niks. En nu zijn we zover dat er ook wat komt en dan gaan we zeggen, ja, het is het dan. En als je kijkt naar de plannen, dan is dat waar een stad als Leiden trots op mag zijn. Kun je daar dan internationaal basketbal spelen of Olympische Spelen organiseren? Nee, want daar kiezen we ook niet voor. We hebben net gezien in de discussie over. Maar waar, daar verschillen we van mening over. Ja, dan kijk ik vooruit.
Jullie zelf. Nou. De meneer Wiesel. Ja. Daar kunnen ze niet zo organiseren. Zo'n 333 meter baantje. Als ze een keer Europese of wereldkampioenschap willen organiseren, dan komen de Japjes en de Chinezen alles kunnen naar Leiden toe. De hotels zijn allemaal hartstikke vol. Heel Leiden kan daar geprofiteerd. En je bent in de team. Je wordt gewoon over de wereld voor je gezien. Ja, maar wij doen altijd, we maken eerst als een klein rot, gymnastiek hobby, maar te klein, een zwembad wordt te klein gemaakt, alles wordt te klein. We doen het eens een keer gewoon, gaan we er over die grenzen heen en weer een lijn sportstad te krijgen. Ja, en dat je ook voor heel Nederland een voorbeeld weet. Waarom doe ik het basketbal alleen 3000 of 2500? Ze kunnen niet internationaal spelen, ja, en Petzl zit op zijn school. Nou, die zetten ze gewoon in een waardeloze situatie. Jullie doen alles af en jullie lopen een beetje te dol in de zaal laten ding. En zetten de ene die het over sport heeft, die zetten jullie eigenlijk continu voor hulp. En dan moet je doodgaan, dan moet je uit de politiek gaan. Martijn wil nog even reageren. Als jullie maar lachen, dan is het alles goed. Nou, ik wil reageren dat ik ook bestemd was als een verwend kind. Die niet krijgt wat hij wil hebben. Ja. En dat vind ik wel vervelend. Maar natuurlijk ben ik onwijs blij met wat jullie gaan realiseren. Het enige wat ik zeg, is dat ik vind dat we zo'n 60 jaar hebben gewacht, dat we dan wel wat verdienen dat 60 jaar wachten. En dat is wat ik ben nog steeds heel blij, ik ben ontzettend trots als straks die dingen geopend worden. Maar ik denk nog wel dat mijn kleinkinderen nog in die accumulatie aan het sporten zijn. En dan moet kwaliteit zijn en optimaal zijn. En we zijn een kennis-cultuurstad. Daar hebben we de top. En dan ga ik toch iets zeggen over het geld voor de buitenwereld. Volgens mij subsidiëren wij de Schouwburg behoorlijk. En volgens mij 80% uit de randgemeentes. En dat subsidiëren wij ook. Maar nogmaals, ik ben geen verwend kind. Maar ik ben wel een oude man die 60 jaar wacht op mooie accommodaties. En ook dan vindt dat op dat moment dat de stad en de bewoners dat verdienen. En dan heb ik het niet over dat we dan aantrekkelijk zijn voor de expats in het buitenland. Dat ze je vragen, wat bieden jullie voor mijn kinderen? Dat recreatie net zo belangrijk is als zelfsporten. Het is zo omvattend wat Eimert ook vertelde. Als wij goede accommodaties hebben met goede verenigingen en een goede sport. Maar dan komen die Amerikanen, dan komen die buitenlanders voor. Maar die zitten te wachten op dit soort dingen. Maar ik ben geen verwend kind. Alleen ik vind dat de Leidse sport echt top verdient aan 60 jaar. Rianne, nog even eigen jas. Oh, maar ja. Het gaat hier zo heel lang te wachten. Nou, gaat het hier ook officieel af? Nee, geef maar eerst. Nou, hartstikke bedankt. Ik begrijp de frustratie goed. En het is ook heel vervelend dat er 60 jaar heel weinig mee is gebeurd. Maar ik denk dat het wel heel erg belangrijk is om hier gewoon echt realistisch te zijn en serieus te zijn. En te zeggen dat we een beperkt budget hebben. En dat we heel graag willen dat er heel veel geld naar de sport gaat. Maar wij moeten een afweging maken en wij willen bijvoorbeeld als SP dat er ook heel veel geld naar de zorg gaat waar enorm op bezuinigd is. En het is wel echt een kwestie van keuzes maken. En we zijn helemaal niet Maarten de kak aan het zetten. Alleen waar we wel kritiek op hebben is dat we inderdaad heel veel kunnen beloven. Maar dan gaan jullie over een paar jaar heel boos zijn omdat we het gewoon echt niet kunnen waarmaken. En wij willen juist heel eerlijk zijn. En dat wil ik juist als reactie geven. Wij proberen juist het eerlijke verhaal te vertellen. En als het jullie niet aanstaat, dan vinden wij dat heel jammer. Maar dat is wel hoe wij erin staan. Was er nog een optie geweest om twee accommodaties te maken die wel dat hele grootste waren en één? Wat was er dan gebeurd als jullie dat dan besloten? Nou ja, dat zou wel jammer zijn, want dat zou betekenen dat dus een deel van de sporters niet kan sporten. En wij vinden het vooral belangrijk dat die drie accommodaties er zijn, zodat verschillende sporters daar kunnen sporten en verschillende disciplines daar kunnen sporten. En dat zou dus echt ten koste gaan van de breedte sport als we twee faciliteiten zouden doen. Voor even terug naar. We hebben hier. Ik zou één iemand vooraan. Sorry, ik hoorde iemand praten even, maar. Nee, maar ik mag net een vraag stellen. Volgens mij zijn we er bijna, maar ik mis één dingetje. En dat is de concurrentie tussen steden voor het binnenhalen van grote instellingen. En Leiden wil zich profileren als een kennisintensieve stad, een innovatieve stad. Een tijd geleden is er ook zo'n discussie in Den Haag geweest. En daar is gewoon met veel visie. Beter.
en eigenlijk ook met heel veel weerstand gekozen voor een stad die die uitstraling heeft. Waar expats naartoe moesten komen. Ik kan het woord bijna niet uitspreken, maar de bedoeling was om meer werkgelegenheid te creëren en grote instituten naar Den Haag te krijgen. Dat is voor mij heel erg goed gelukt. Ik heb ook uitgerekend hoeveel dat scheelde in extra werkgelegenheid. Dat was aanzienlijk. Volgens mij is het belangrijk dat je als Leiden vergeet dat je een arme stad bent. Dat was zo. Dat is niet meer zo. Leiden is een topstad. Voor allerlei voorzieningen. Ook voor instituten. Die willen jullie hier naartoe halen. Dan moet je ook zorgen dat daar dat je ruimte ziet en dat je durft te investeren in je jeugd met top, een topsportklimaat. Wat mij betreft een topsportklimaat, maar ook breedte sport. En dan wordt de stad aantrekkelijk. En dat scheelt in je budget. Dus ik vraag eigenlijk, delen jullie dat of niet? Nou, datgene wat we nu hebben aan plannenvorming hebben besloten, wat er nu ligt, dat daar kun je als een stad van 120.000 inwoners, waar sport een belangrijke plek inneemt, daar kun je gewoon trots op zijn. En natuurlijk, je kunt altijd weer zoeken naar, kan het dan ook naar internationale niveaus? Nou, dat betekent dat je fors moet investeren. Bijvoorbeeld de gemeente Den Haag, dan praat je over een heel ander kostenplaatje dan waar we hier over praten. En die kiezen als politiek en als stad om daar sportstad te willen zijn. He, op Scheveningen doen ze van alles met beachvolleybal. Ze hebben een heel nieuw sportcentrum bij het Zuiderpark neergelegd. Dat gaat over, ik geloof, 350 miljoen euro. Dat zijn andere keuzes die je als stad maakt met elkaar. En wij zitten in de politiek om uiteindelijk keuzes te maken. Wij, op basis van het sportbeleid wat we hier met elkaar hebben vastgesteld, hebben we gezegd, we willen die accommodaties op niveau. We willen dat mensen zoveel mogelijk in beweging zijn en we willen sterke verenigingen. Nou, vervolgens zetten we dat uit in investeringen. Daar is nu geld voor, eindelijk. En dan zijn we zover en dan concluderen we met elkaar, het moet nog weer meer. En dan kom je dus in de keuzes die je als politiek maakt. En dan kiezen we in Leiden voor de pijlers kennis en cultuur. Maar dat wil niet zeggen dat je de sport in de kou laat staan. En dat doen we hier niet mee, want we hebben straks een sportinfrastructuur waar al deze verenigingen kunnen voorheen. Als je ja, nou ja, kijk, ik kan me voorstellen dat je misschien er iets anders van had verwacht. Of dat je had wilde een veel groter gemoeten. En wat mij betreft heb ik alle rechten toe om dat te vinden. Ik bedoel, het laatste wat de overheid moet zeggen is dat je dat niet mag vinden. He, dus als je het net niet vindt, dan prima. Maar inderdaad, de meerderheid en ook GroenLinks heeft daarin andere keuzes gemaakt. Wat ik mij niet had voorgenomen vanavond was om het eens dus even voor de lijsttrekker van D66 op te gaan nemen. Maar ik ga het nu toch even doen. Het klopt inderdaad dat 60 jaar lang er geen investeringen zijn geweest in die sportaccommodaties. Maar deze wethouder zit nu 2 jaar. Ik heb af en toe best wel wat kritiek om gehad. Maar hij heeft er wel voor gezorgd dat deze sportaccommodaties in die 2 jaar tijd gerealiseerd zijn. Dat we nu eindelijk een besluit erover hebben genomen. Dus zijn gloedvolle betoog over dat we nu ook vooruit moeten kijken, dat begrijp ik wel. En ik denk dat we het college daarmee ook recht zouden doen. En ik heb er als oppositiepartij geen baat bij om dat te zeggen. Maar ik denk dat we daar het college wel recht hebben om dat ook te erkennen. Even los van partij Sleutelstad, want dat is duidelijk. Maar is er een andere partij die zich nog wel hard zou willen maken voor nog grotere accommodaties? Want we willen uiteindelijk ook weten op wie we moeten stemmen, als we dat zouden willen. Dus bijvoorbeeld een 3000 stoel is al een 50 meter wat. Het is een beetje lastig, maar wij hebben samen met de Partij van de Arbeid is er wel een motie ingediend om in ieder geval richting het uitvoeringsbesluit, het laatste besluit voordat je, en dan heb ik het over de topsporthal, of het indoor sportcentrum, om te kijken, net zo om zo'n spin-off, ik gebruik het woord ook maar even, wat je hebt gezien bij de ijsvereniging, ook tot stand te krijgen bij de basketbalverenigingen. En daar zijn toezeggingen gedaan vanuit ZZ. Dus ik vind het dan jammer dat we daar geen gebruik van maken. Maar dat is dus niet gelukt? Nee, ja goed, dat is niet. Je vraagt naar mijn mening. Ik vind dat jammer. En wat mij betreft zouden we dat alsnog kunnen doen. Wat zijn dan de plannen van CDA om dat alsnog gewoon te maken? Nee, ja, wacht even hoor. Maar het CDA en de PvdA hebben een motie ingediend voor de duidelijkheid. Die vraagt om te onderzoeken of het eventueel nog zou kunnen. Nou ja, als de VVA en het CDA dat verstaan onder keihard kiezen voor 3000 stoeltjes, dan weet ik het ook niet meer. Dus volgens mij is dat niet zo. Nee, dat is overigens niet waar, want wij hebben alleen gezegd dat de rol van ZZ erbij betrokken moet worden. En om dan nu al die hele 3000 variant onderuit te schoffelen, dat is zo zonde.
En dat is waar de motie over ging. En die deur is nu definitief dicht. En dat vinden we spijtig. Maar verder zijn er geen partijen dus die keihard zeggen, wij willen alsnog wel die 3000 groepjes of alsnog wel halve partijsleutels, dat weten we. SP nog even. Ja, wat ik wel nog even wil meegeven is, wat betreft de IJshal, als bijvoorbeeld een situatie ontstaat waarin de regio bijvoorbeeld 90% of 80% zou kunnen bijdragen van wat nodig is, dan vind ik het wel heel erg interessant. En willen wij ons eigenlijk ook er wel voor hard maken om dat laatste stukje ook als SP bij te dragen, als gemeente, namens de SP. Volgens mij is het duidelijk hoe jullie hier iets aan dit onderwerp. Zijn er nog andere vragen van mijzelf? Wat mij opvalt is dat het weer vooral gaat over over de sporthallen en over de ijsbaan. Wat ik een beetje mis is het hele idee van onder naar bovenaf. Dus van jong naar oud. Dus niet echt ik hoor niet echt een visie of een idee waar we naartoe gaan. Het is allemaal losse punten. Het zijn vooral punten die gestoeld zijn op problemen die er liggen. Maar niet vanuit een idee van een beleid op te gaan voeren. Van zeggen van we willen blijven horen. Die kinderen gaan eerst hier sporten, vervolgens groeien ze door, net zolang ze oud zijn, en dan kunnen ze nog steeds sporten. Ik vergelijk het een beetje als een restaurant waar ik allerlei dingen ga koken. Ik ga pizza koken maken en ik ga spaghetti maken. Maar wanneer maak je nou eens een keuze om te zeggen van ik hoor een Chinees restaurant? Of ik hoor iets. Ja, waarbij je echt duidelijk maakt van hier gaan we voor. En dat houdt in dat ik dus pizza laat liggen. En wat wil je precies weten? Oh ja, wat ik precies wil weten, dat is een eten we pizza of Chinees? Waar gaan de partijen nou voor? Waar eten we vanavond? Wat voor soort restaurant ben je eigenlijk? Dat wist ik een beetje. Ja. Ja, dankjewel. Dankjewel ook voor deze vraag. Ik denk dat het ook een heel terecht punt is, want we hebben natuurlijk elke keer erover van wat wil je nou, maar je moet ook zeggen van wat ga je nou niet doen. In het korte debatje heb ik namens ChristenUnie gezegd dat wat ons betreft het heel belangrijk is om in de breedte sport te investeren en dan niet in de topsport. Dan hou je daar ruimte over en inderdaad start jong. Dus zorg al dat er sport- en beweegmogelijkheden zijn voor hele jonge kinderen. Al is het maar het starten met het babyzwemmen. Dat jonge kinderen al op hele jonge leeftijd gaan ervaren hoe fijn het is om te bewegen. En wij zouden daar dus voor kiezen en niet voor de topsport. Julius, jij wil eens zeggen? Een aanvulling hierop. Als je inderdaad, we hebben het leven lang leren. Als je nou uitgaat van het leven lang sporten, dan moet je niet alleen ad hoc met allerlei sportzaken bezig zijn. Maar ik heb vanavond ook genoemd, ik sluit me erbij aan. Dus begin vroeg met sporten. Met een jeugdsportfonds, bijvoorbeeld voor mensen die niet kunnen sporten. Maar ook de ouderen en mensen met een handicap, bijvoorbeeld. Dus leg die... die lijnen ook naar andere domeinen, zodat zoveel mogelijk mensen plezier hebben en ook gezond leven. Dus als je vraagt over een visie, dan zou ik dat het mooiste vinden. Ja, wat de VVD betreft bepaalt de gemeente niet wat er op het menu staat. Wat de VVD betreft hoef je bij de gemeente niet aan te kloppen voor een allesomvattende visie voor hoe je jouw sportende leven moet inrichten. Dat is iets wat je wat ons betreft vooral zelf moet weten. De gemeente moet reageren op de behoeften van de sportende leidenaar. Hij moet met het geld dat we hebben zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen. Maar of die mensen nou één sport doen of de ander, of die mensen nou heel vroeg beginnen met sporten of juist op latere leeftijd pas gaan sporten, dat is iets wat mensen echt zelf moeten weten. De gemeente kan alleen maar iets stimuleren, maar gaat het niet voor je bepalen. Dus wat dat betreft, dat is aan de burger zelf, dat is aan de leidenaar zelf om dat voor zichzelf te bepalen. En dat is niet iets waar de gemeente over gaat. Ik vind niet dat we nu weer kunnen voorsorteren op Nou, als u uw best doet, dan is het ook wel goed. Want dat is ook oneerlijk richting alle verenigingen die zich enorm hebben ingespannen om zich wel aan die eisen te voldoen. Dus ik zou het echt een slechte zaak vinden als we nu weer gaan marchanderen met die eisen. D66? Ja, voor D66 is het echt helder. We hebben die keuze voor die indoor-accommodaties gemaakt. Die gaan we realiseren. Als we gaan verder investeren in sport en dan gaat het echt over de buitensportparken en over het investeren om meer kinderen in beweging te krijgen. Dat zijn de twee keuzes die wij maken. Zijn er nog reacties hierop? Nee? Hans, was dit de antwoord op de vraag? Je meerdere antwoord heb ik gehoord, ja. Uitermate tevreden. Nu afsluiten, ik zie een beetje bij de voorkomen. Zo is het. We hebben gepoogd
u als vertegenwoordigers van de sport aan te horen wat politieke partijen vonden. We hebben dat gepoogd met 4 stellingen. Kwamen niet allemaal even goed uit de verf. Maar wat ik overigens interessant vond is dat bij de laatste stelling, of laatste vraag, in één keer de hele zaal, of althans een deel van de zaal, met iedereen hierachter in het debat was. En dat die eensgezind waren over een bepaald besluit. Dat was ook, het zijn uw vertegenwoordigers die hier staan. En het bleek dat u toch niet helemaal eens was op dat front. Wat gaan wij doen? We hebben hier als LSF en als topsportleider deze avond georganiseerd. En dat betekent dat we een aantal punten van mensen die hebben meegeschreven. Er komt een verslag van. U krijgt een nieuwsbrief. En straks bij de vorming van het college, als u goed keek, zaten er wel degelijk verschillen in. Als het ware gaan we een aantal dingen meegeven richting degene die het college gaat formeren. Dat gaan we in ieder geval doen. Ik hoop dat hij toch genoten heeft. Dat hij toch nog een beetje links en rechts van het vuurwerk, dat hij er waarvoor u kwam. Ik vind het wel zo fijn dat u met z'n allen zo gekomen bent. Uiteraard. En voordat ik daadwerkelijk ga afsluiten aan deze kandidaten en mensen bedankt, zou ik willen zeggen, als u nou toch gaat stemmen straks. En u kent hier de politieke partijen, kies dan, want u komt van de sport, kies dan iemand die gewoon op die lijst staat, die gewoon de sport vertegenwoordigt. Dat zijn ze, want die staan sommigen die hier achter ons staan, staan wat lager op de lijst. En u kent ze waarschijnlijk best wel, kies dan gewoon de partij die u wilt. CDA bijvoorbeeld, jullie, of van de SP, Thomas, of bij de Partij van de Arbeid, Partij Otten, en zo zijn er weer. Kies dan die, want we willen toch dat de sport naar voren komt. Kies dat die sport vertegenwoordigt. Dank u wel. Oh, de borrel. Ja, natuurlijk. Sorry, u bent uitgenodigd voor de borrel. Sorry. Ja, sorry. Zit dat een zweetbandje op je tennis? Een bed uit met een zweetbandje. Dat is een contradictie, man. Ik vind het moeilijk, ja, maar hij heeft wel veel hard, hè? Ja, bedankt. Ja, dat is goed. Ja, maar we hebben een heel veel. 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 Ja, maar we hebben een